Vrijdag 9 oktober 2020. Tijd weer voor een vrijdagmiddagborrel. Natuurlijk weer met mijn vriend Simon Tjommer. Hoe is het? Goed. Bijgekomen van maandag? Ja, we zaten hier tot, wat was het, 1 uur in de studio, s'nachts? Ja, nee, jazeker. Maar ik weet niet hoe vroeg dinsdag de wekker stond voor jou. 6:30, zoals altijd. Kijk, ik zal het niet ontkennen. Broers en ik hadden er woensdag vooral moeite mee. Dus zeg maar dat je die dinsdag overleef je nog wel. Als je met weinig slaap, alleen die dag daarna. En maar hoezo hebben jullie weinig geslapen dan? Omdat wij gewoon dinsdag weer moesten werken. Echt? Maar dat begint toch om 11 uur? Ja, het is goed met je. Gemekker van jullie over die dag doortrekken. Oh, hallo en Alex Plusman. Wilde gelijk even... Dames en heren, aan die kant van de tafel. Alex Plusman, oprichter en eigenaar van campagnebureau BKB. Tevens trainer van DRC onder 13. Of 14. En... de enige amateurclub in Nederland, amateurteam in Nederland, dat met FC Afkikken op de borst speelt. Ja, nou niet op de wedstrijd nu. Alleen oh. Nee, ben je gek. Heb je onze shirts wel eens gezien? Er mag geen sponsor op. Oh. Maar wel op de trainingspakken en rugtassen. Ik weet niet of tassen, mensen dat kunnen zien nu, want je hebt nu een trainingsjackje aan waar FC Afkikken ook op de rug zit. Maar anders kunnen we dat zo wel even laten zien. Hier aan mijn linkerzijde, weer eens in de studio, Peter Quint. Ooit zat je in de studio als... wat was het? Gemeenteraadslid, toch? Vanuit hier in Amsterdam? Denk ik toen, ja. Nu inmiddels Tweede Kamerlid. Moving up in the world. SP. Ja, ja. Wij maken ons op voor een EK. Jij maakt je op ook voor een eindronde, toch? De Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ik ben benieuwd hoe ze eruit gaan zien, maar in maart dan mogen ook, we weer. Zeg maar in trainingen en zo, of niet? Ja, proberen hele lange zinnen te maken en allerlei dingen te onthouden. Ik weet niet, we hadden het er net voor de uitzending over. Weet je, dat is wel natuurlijk iets waar je naartoe aan het werken bent, of niet? Ja, natuurlijk. Je bent met iedereen al bezig. De lijsten worden gemaakt, programma's worden gemaakt. Mensen zijn aan het nadenken over de campagne en zo. Dat gebeurt wel. Maar ja, we weten nog niet zo goed wat we mogen en wat we kunnen. Dus dat maakt het gek. Ja, ja, ik wilde jou eigenlijk voorstellen als Feyenoord supporter, maar dat ben je natuurlijk niet. Je bent ook Feyenoord supporter, maar je bent voornamelijk... FC Dordrecht supporter, toch? Ik ben voornamelijk Feyenoord supporter. Oh, oké. Okay. Ja. Ligt aan de stand van de ranglijst wat hij is. Ja, precies. Zeker voor al die keren dat Dordrecht boven Feyenoord stond. Ja. Nee, maar dus Feyenoord 1 en 2. Ja, ja, ja. Ik dacht dat het andersom was. Nee, nee, dat is al vanaf even kijken. Ik ging voor het eerst met mijn opa naar Feyenoord toen ik 12 was of zo, denk ik. En dat gaat niet meer weg, ook niet als je naar Amsterdam verhuist. Ik kreeg trouwens voor de uitzending een vraag. Wat nou als jouw fractievoorzitter... voor Ajax was geweest. Was het dan makkelijker werken geweest dan dat het nu is? Ik zit even te denken. Volgens mij heb ik nog nooit een fractievoorzitter meegemaakt. Er is een soort lange traditie bij de SP. Ja. Zowel Jan Marijnissen als Emiel Roemer als Lilian Marijnissen. Nou, Lilian die heeft al 100.000 jaar een seizoenskaart volgens mij. Emiel die is opgegroeid ongeveer onder de oude Kuip. Ik denk dat het bij ons in de statuten staat of zo, dat je alleen maar fractievoorzitter mag worden als je voor Feyenoord bent. Ik zou, ja, ik heb geen idee of dat zou kunnen. Zou het bij de SP passen of niet? En I see it, nee. Maar ik wilde zeggen, het kost Peter geen enkele moeite om voor Ajax-mensen te werken. Toch? Wordt het de hele tijd zo. Je wilt hem nu al onder de brug gooien? Nee, nog niet. Ik wacht er nog even mee. Okay, we gaan het er straks over. Hebben jullie hem namelijk samen kan iemand nog even een paar biertjes klaarzetten? Want nee, want jullie hebben samengewerkt. Daar gaan we het uiteraard straks over hebben. Er wilde namelijk ooit een Nederlander de FIFA-president worden. En daar hebben jullie hard aan samen meegewerkt. Ja. Daar gaan we het uitgebreid straks over hebben. Maar we moeten het natuurlijk hebben over het nieuws van deze week. Jouw landgenoot, die opeens iedereen verbaasde. Vriend en vijand. Mij ook. Ja, jou ook. En dat is misschien nog het meest opvallende. Het gaat niet ontkennen. Simon weet meestal altijd wel alles. Geeft hij altijd, hè? Dan gooit hij wat in de appgroepjes en zo. En dat soort dingen. Maar nu, uit het niets, dinsdagavond, zag je opeens je telefoon. Mario Götze naar PSV. Ja, ongekend. Is er net zo verbazingwekkend op gereageerd in Nederland als in Duitsland? Of valt dat mee? Nee, zeker ook in Duitsland. Ja? Dat had niemand aanzien komen. Dat natuurlijk Mario is altijd een zeer gewaardeerde voetballer geweest. Waar iedereen zelfs een beetje medelijden mee had. Dat hij natuurlijk een bepaalde beperking had. Ook door zijn gezondheid. Eten en waar hij vrij laat achter kwam. Hormonen en alles. Nou ja, en inmiddels is het zo dat hij schijnt weer absoluut fit te zijn. Dus iedereen hoopt ook in Duitsland
dat hij nog een keer een stap maakt bij een Bundesliga-club. Om weer te laten zien dat hij echt de speler is die iedereen verwacht. Nou ja, nu bij PSV. En ja, zo, nu tussen neus en lippen door vernomen dat hij toch ook zelf een beetje de initiatief heeft genomen. Hè? Contact richting de club. Maar we hadden het maandag natuurlijk over in die transfer deadline show. Dat er heel veel jongens gewacht hebben. Hè, gehoopt hebben voor een andere transfer. Ricardo van Rijn had het over, hè, bij Emmen. Die had ook andere opties. Ja. Voor mij heb jij het inmiddels zo duidelijk gezegd. Ik kon ook naar Griekenland. Hij wil het zelf niet zeggen, maar Simon gaf het aan. En uiteindelijk komt hij bij Emmen terecht, omdat hij uiteindelijk dat allemaal niet doorgaat. Ik denk dat het ook met Mario Götze zo is gegaan, toch? Die had waarschijnlijk wel andere opties gehad. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat hij heel veel opties heeft gehad. Tuurlijk waren er wel clubs die geïnformeerd hebben, ook in de Bundesliga. Ja. Maar de meeste clubs hebben toch wel spelers aan de type spelers gezocht. En hij was dan als aanvulling gekomen. Omdat het zo lang uitbleef dat deze spelers... Nou ja, laat eens even duidelijk praten, ook op het middenveld. Er zochten heel veel clubs, subtop, ook top, dynamische middenvelders, lichamelijk sterk. Nou, Mario is best wel dynamisch, maar lichamelijk sterk. Daar moeten we even goed over nadenken. Dat is natuurlijk niet zijn lengte en alles mee. En dat is meer een technische speler, rond de 16. Dus hij was misschien wel een aanmerking gekomen pas als die speler of die positie was ingevuld. Nou ja, des te langer het uitblijft, des te dichter kom je toch ook in een beslissing te nemen. En ja, daarom is Mario uiteindelijk naar PSV gegaan, denk ik. Kijken jullie als Ajax ziet dan Feyenoord naar? Als zo'n iemand dan opeens in de Eredivisie... Wat? Ja, het was gelijk spitsuur in onze appgroep. Ja. Jullie zitten in dezelfde appgroep? Ja, nou ja, we hebben nog steeds spitsen van... op zondag altijd een beetje. Precies, van het bedrijf van BKB is nog altijd een voetbal-appgroep waar ik nog steeds niet uitgegooid ben. En dat, heel goed. En dat was wel meteen, dat is spektakel. Dat is toch gaaf? Ja, ja, dat weet ik niet. We gaan afwachten wat het gaat brengen. En hij moet er ook niet al te veel gaan maken natuurlijk. Maar dit is wel een stunt. Ik vond het wel gek. Zie jij dat? Ja, ik vind het ook mooi. Nee, ik vind het mooi voor PSV dat ze dit soort aankopen hebben gedaan. Ja, de selectie is sterk. De selectie van PSV is zeer sterk nu. Het enige wat ik negatief vind aan het hele verhaal is, nou goed, het gaat ook om de kampioenschap natuurlijk, waar ik ook PSV bovenaan heb. Maar hij neemt wel de plek in van een aanstomend talent met Madueke, Iatare of Gakpo. Dus er zijn natuurlijk wel drie spelers waar wij in Nederland heel erg naar uitkijken. En daar neemt hij wel absoluut de plek. Want dat is de positie waar hij moet spelen. Ja, maar dat hoorde ik bij Leverkusen. Dat hij had ook graag naar Leverkusen gewild. Peter Bos. Ja, daar mag hij niet heen. Nee, daar speelt het grootste talent uit Duitsland. Maar dat is die 17-jarige. Florian Wirtz, ja. Ja, dat is. Maar dat is die gaat Havertz nog voorbij. Want hij is ook nog niet. Hij is wel wat ouder. Hij is nu 27, 28 voor mij. Mario Götze. Ja. Ja. Hartstikke jong. Ja, in de bloei van je dat leven. Dat zouden dus een hoogtijdagen moeten zijn. Inderdaad. Ja, inderdaad. En dat bij Leverkusen dan zegt, nee, we hebben nog een groter talent op die plek zitten. Ja, maar Florian Wirtz is in mijn ogen. Nou, ik ga ervan uit dat hij ook qua prijs Kai Havertz voorbij gaat. Dat is echt een waanzinnige speler. Is dat het allergrootste talent dat Duitsland van wat er nu rondloopt op de Duitse velden? Op dit moment? Ja, absoluut. Ik ben zelfs aan het nadenken. Voor mij is het een beetje een soort Frenkie de Jong van Duitsland. Okay. Zou het kunnen worden. Ik hoor dat over Frenkie de Jong, hoorde ik dat over Fijn, hè, werd dat gezegd. Rick van Drongelen had het gezegd, toch? Ja. Bij HSV. Dat ze over Fijn, die PSV ook gehaald heeft, dat het soort... Hij deed Rick van Drongelen denken aan Frenkie de Jong. Ja, ik vind hem wat niet dynamisch, absoluut niet. Frenkie is onwijs dynamisch, maar meer een box-to-box speler. Ik vind Frenkie toch echt een creatief, slimme voetballer die nog een 1-tegen-1 aan kan gaan. Maar Fijn is een speler die ook de afstanden echt kan bewerken. Dus iets anders spelen, meer een balaktype. Balaktype, oké. Ja. PSV... Misschien wel de winnaar dan van de transfer deadline, in ieder geval in Nederland. Hoe heb jij dat de laatste dagen meegekregen? Als Feyenoord zijn, hoopte je nog op iets of niet? Het enige... over Joshua Sirkzee. Ja, natuurlijk had je dat gehoopt. Maar ik vind ook wel... Kijk, het probleem is dat onze centrale spits gewoon permanent geblesseerd is. En daardoor ook nooit echt in vorm komt. Nee. En ik snap niet zo goed wat advocaat nou met Bosniek wil. Die heeft hij zelf gehaald. Dat is een van de weinige spelers die hij zelf gehaald heeft. Ja, die niet dat hij hem gehaald heeft, toch? Nou ja, goed, het was in ieder geval toen hij er al zat. Ja. En ja, nu stelt hij Linzen op. En bedoel, hij maakt een goal, dus dan is het helemaal prima, hoor. Maar dat is ongeveer het meeste geld wat je als Feyenoord... Wij moeten met wat andere bedragen werken, zeg maar. Het meeste geld wat je de afgelopen jaren hebt uitgegeven. Ja. Dus in die zin ben ik voor hem blij dat CXC niet komt. Maar ik had het wel tof gevonden als CXC nog 1 jaar echt in de Kuip had gespeeld. Toch wel gek, hè? Want jij zei het, jij gaf het maandag al aan. Bayern was al zoekende met hem. Hij moest ergens anders spelen, maar het is dan toch niet rondgekomen. Hoe kan dat dan? Ja, geen club is echt concreet geworden. Echt niet? Nee. Groningen ook niet.
Nee. Nee, ik heb Mark Jan heb ik... dat was natuurlijk uiterst pijnlijk wat er met Mark-Jan Vlederis gebeurt. Die dacht, oké, open communicatie. Ik gooi op dinsdag om 8:00 een tweetje de wereld in. Hè, de laptop gaat dicht, we gaan niks meer doen. Terwijl heel Groningen en omstreken hoopte natuurlijk dan wel op Haroui, dan wel op Cirkzee, dan wel op allebei. Maar hij legde uit, ja, als we om 8:00 nog niet iets hebben, dan... Weet je, dan gaat er ook niks meer gebeuren, hè, met juristen en... je kijkt me heel moeilijk aan, is dat niet zo? Ja, 8:00 s'avonds. Ja, hij zegt, als je voor 9:00 moet echt alles gefixt zijn, want anders haal je het niet met juristen en zo. Ja, je hebt wel wat aardig wat tijd nodig, maar het gaat er natuurlijk om vooral dat ook om 11:00 alles klaar ligt. Hè? En dan ligt het aan hoe snel de KNVB het verwerkt. Ja. Maar terugkomen op het feit met Cirkzee, ik zeg wel heel snel in historicijns van... Het waren de clubs waren er niet, maar het moet natuurlijk ook het hele pakket zijn. Hè. Er waren zeker wel clubs die dan weer het financiële en ook het profiel van Cirkzee niet zeg maar pasten. Dus dat is ook een ander verschil. Ja, het dreigt voor hem een verloren jaar te worden, toch? Met, ja, wat hij is nu derde of vierde keuze. Nou ja, goed. Je hebt natuurlijk wel training. Je hebt natuurlijk wel training. Ja, alle hoogste. Nee. Stop, ik wil alleen uitleggen. Okay. Het is natuurlijk wel een jaar qua spelen verloren. Ja. Alleen, kijk, hij gaat in kwaliteit niet achteruit. Op dat niveau wat hij traint, daar wordt hij echt door geschoold. Wat hem ontbreekt zijn de wedstrijden. Ja. Maar een 11-11 afsluitende training bij Bayern München in het eerste is ook niet niks. Maar hoe werkt het mentaal en fysiek, zeg maar? Fysiek heeft hij geen... Nee, geen maar ik bedoel dat je de hele week traint en dan je werkt naar iets toe steeds, toch? Dat is hoe een voetballer en profvoetballer werkt. Of in ieder geval elke voetballer, amateur of prof, dan train je door de week. En in het weekend moet het eruit komen. Ja, dat heeft hij dus nooit. Nee. Of gaat hij dan weer een tweede spelen? Ik hoop dat die kans er is. Maar mogen zij onbeperkt wisselen qua... Want die spelen in de tweede Bundesliga? Nee, onbeperkt mag niet. Regionalliga toch zelfs? Of dritte? Nee, derde Bundesliga. Derde Bundesliga. Ik weet niet of... Dat zou ik zelf naar... Ik weet niet of hij mag spelen. Of hoe vaak hij mag spelen. Of die mag... Want het is niet zoals bij ons dat je... Zeg maar van het eerste constant spelers naar het tweede was. Overigens, dat is wel gezegd, want dat zijn Mario-Jan Vlederis natuurlijk ook. Het is nog maar 10 wedstrijden en dan begint de nieuwe transferperiode. Het is natuurlijk heel kort, hè? We zitten nu al in oktober. En in december of in januari mag het ook weer. Over Groningen, iets zei me ook wel dat ze het wel geprobeerd hebben. Maar dat ze natuurlijk ook wel een beetje rekening moeten houden met de financiën. Nou, dat werd een paar dagen later bekendgemaakt. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Dat ze nu voor het eerst echt openheid hebben gegeven van alle zaken. Dat er voorheen andere cijfers naar buiten toe kwamen. Hè? Alleen van de voetbaltak en nu van de gehele tak FC Groningen. En dan blijkt toch wel dat er in het verleden, wat iedereen eigenlijk ook al wist, op een iets te grote voet is geleefd. En, maar het verleden als in een paar jaar geleden. Ja, niet onder Nijland. De Vriesstrijd. Nou, nee. Nou, die ravage hebben ze die al... In jouw Oosterpark-periode. Ik wou net zeggen. Daar heeft hij ook nog goede verhalen over trouwens. Nijland heeft natuurlijk, en dat heeft hij bij mij ook in de podcast gezegd, zij moesten altijd een pareltje halen. En ze hebben natuurlijk net zoals Heerenveen altijd, hè, en Twente, hè, dat je op een gegeven moment dat je succes hebt en dat je op een gegeven moment, oké, dit smaakt naar meer en meer en meer en meer. Ja, dat je veel te veel geld gaat uitgeven. En je hebt ervan geprofiteerd, denk ik, bij al die clubs die dachten... Ja, dag. Nog altijd te laat. Ja, doei. Nooit. Jij hebt nog onder Schieringa een heel goed contract getekend. Ja. Daar was ik te vroeg. Te vroeg? Ja, die contracten daarna waren veel beter, heb ik gehoord. Ja? Ja. Maar moeten we nu mensen vragen of ze doneren in de chat? Dat je zo weinig verdiend hebt in je voetbalcarrière? Ligt er aan wat ze doneren? Nee, natuurlijk niet. Nee, zover gaat het niet. En het ligt er maar wat je uitgift, hè, wat je nodig hebt. Ja, maar het is natuurlijk wel zo. En ik hoop dat er nu voor het eerst dan een beetje, nu hè, met bijvoorbeeld een Wouter Geur en een Mark-Jan Vlederis bij Groningen, dat er ook wel echt een besef komt dat, natuurlijk kan je af en toe een gokje wagen, maar dat als dat gokje niet uitpakt, dat je dan niet gelijk voor jaren in de shit zit. Een voorbeeld neem aan Heracles Almelo. Toch? Ik zit even kijken, andere clubs die het heel goed doen. AZ. AZ vooral. Ja, dat is de eerste waar je aan denkt, toch? Ja, nu inderdaad. Ja, nee, precies. Dat was het post-Scheringa tijd. Ja, maar ik vind, kijk, je kan natuurlijk een niveau veranderen. Maar Heracles Almelo werkt op een bepaald niveau sinds jaren. En blijft toch altijd zwemmen rond de middenmoot. Nou ja, en dan kan je natuurlijk kijken, oké, waar wil je eindigen? Oké, hoe haal je dat? Maar dan moet je de boekhouding net zoals als Heracles voeren, alleen dan met... iets meer geld of iets minder geld. En denk je niet dat ze bij Groningen nog steeds een beetje zo'n soort sleeping giant gevoel hebben? Dat zij het idee hebben dat daar veel meer potentie in zit dan... Inmiddels, als je die tribunes kijkt,
dan moeten ze eerst weer zorgen dat het gewoon het... Ja, nu is het natuurlijk helemaal niet zo, maar de afgelopen jaren is... Het publiek heeft gezegd, ja, we kunnen ze ons hier niet mee identificeren. Natuurlijk is het publiek in Groningen ook super kritisch, maar... Ja, ik denk dat ze het eerst weer... daar zijn ze ook heel erg mee bezig geweest, hè, met Gudde. Weet je, om weer iedereen betrokken te maken bij die club. Ik denk dat zo'n trainer als Buijs daar wel bij helpt, hoor. Ik denk dat wel, dat, zeg maar, qua uitstraling... Dat coachje van hem tegen Groningen. Ik dacht op een gegeven moment... Tegen Ajax. Of tegen Ajax, ja. Gaat zichzelf in de blessuretijd gaat hij zichzelf erin wisselen, joh. Het is, Maar die ergernis bij mij thuis op de bank. Mijn zoontjes die heel erg Ajax-fan zijn. Ik ook, maar er zit ook nog wat liefde voor Groningen in. En dat coachje van Buijs en die ergernis bij mij thuis. Weet je, het gooien naar de tv. En, ja? Ja, ja. Ik vond het schitterend. Ja, zeker. Maar wat ik even het brugje nou wil maken. Er is best wel ook altijd, hè, de politiek houdt zich ook altijd bezig met voetballerij. Deze week was er heel veel, in ieder geval vanuit jouw partij. Ik weet niet of je zelf iets over hebt gezegd, over de bonussen bij Ajax. Ja. Heb je dat een beetje meegekregen? Ja, ik heb het gelezen. Eerst dacht ik van, wat achterlijk. Toen dacht ik van... Wacht even, die bonus die is al uitgekeerd voor dat. Maar voor de mensen en die toen ging hebben? Ik nog verder lezen. Ja. En toen stond er weer dat het toch mogelijk niet helemaal volgens de regels zou zijn. Met die, het gaat om die NOW-regeling, dus het is die doorbetalingsregeling. Voor de mensen die onder steen hebben gelegen deze week. Ja. De Ajax-directie, voor mij staat het in een contract, krijgen bonussen uitgekeerd, hè, bij diverse prestaties. Nou, dat die bonus is vorig jaar uitgekeerd. En nu hebben ze natuurlijk wel de NOW-regeling aangevraagd voor het personeel. Niet voor de spelersgroep, maar voor het personeel op kantoor. Daar zit heel veel personeel overigens. Het is een heel groot bedrijf inmiddels. En het is dan een gebroken boekjaar. En ze zouden dan eigenlijk afstand moeten doen van die bonussen. Alleen Ajax heeft voor mij nog helemaal niks gezegd daarover. Ik heb ook geen reacties gezien. Nee, maar is het dan dat het dan nu... meespeelt dat de verkiezingen eraan komen, dat dit een mooi punt is om te maken? Zeg maar waar veel media omheen komt. Lilian is zelf al jarenlang een groot Feyenoord fan. Ja. Die heeft wel eens een keer vaker een steekje uitgedeeld richting Ajax. Of een steekje Ryan Babel. Ja, precies. Ryan Babel met zijn huisjesmelkenproject. Ook Feyenoord. Ze heeft wel eens een keer wat dingen over Red de Kuip gezegd en zo. Ja. Ja, weet je, dat moet je volgens mij ook blijven doen, anders word je zo'n robot. Ja. Ja, dit is geen verkiezingsretoriek. Weet je, als het bij de KLM een paar maanden geleden gebeurt, staat ook iedereen op zijn achterste benen. Ja? Dit is meer, ja, dat was, okay. Toen stond ja, ook iedereen op zijn Wat ik vooral benen. Een beetje wat breder wil trekken, dat de voetballerij heel makkelijk doelwit is vaak vanuit Den Haag. Wacht even, zeg ze maken het succes, ze maken het ook wel makkelijk, hè? Het gaat natuurlijk ook, weet je, hoezeer ik ook Ajaxiet ben, het gaat natuurlijk wel heel veel om geld en om heel veel geld. Nee, maar dit ben ik helemaal eens, maar... Los van Ajax. Okay, Ajax moet eerst beslissen wat ze nu doen. Maar nu, hè, met COVID-19, hè, over wat er met Tilburg gebeurt en met toeschouwers in stadions en dat soort dingen. Ja, maar in Tilburg was het natuurlijk ook achterlijk. Ja, maar dat is toch door de burgemeester toegestaan? Ja, maar dat maakt het niet minder achterlijk. Ja, maar het wordt dus door de lokale politiek wordt het goedgekeurd. Ja. Zoiets. Ja, dat vind ik ook achterlijk. Nee, maar daar begint het mee. Dus ja, die supporters hebben niet gezegd... Hey, wij gaan nu met z'n allen. Het wordt geïnitieerd vanuit de gemeentepolitiek. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook een ongelooflijk stomme fout. Maar weet je, bedoel, volgens mij is het echt niet zo dat het voetbal nou zoveel te klagen heeft ten opzichte van... Okay, als we hier een cultuurtalkshow zouden houden, dan zouden hier mensen uit de culturele sector zitten. Die zouden zeggen van, nou, wij worden echt het hart genaaid van iedereen. Zetten, ja. Ja, die kerk in Staphorst vindt ook dat ze onredelijk worden aangepakt. En het zorgpersoneel heeft volgens mij ook redelijke reden zeker, om te klagen. Ja. En weet je, bedoel, iedereen wordt gepakt. Ja, dat is een beetje, dat is de ellende van het virus. Ja. Nee, maar dat ben ik. Maar het wordt voor mijn gevoel, dat zeg ik altijd, dat het heel makkelijk altijd naar het voetbal en supporters wordt gewezen. Ja, maar weet je, bedoel, we hebben dat ene weekend dat het wel mocht. Ik bedoel, die goal van PSV in de laatste minuut was tegen Emmen. Ja. Waarbij ze ongeveer 6 rijen over elkaar heen vielen in de hekken. De dag daarna Feyenoord, wat ook totaal fout ging. Alleen bij Ajax waren ze heel netjes. Ja, dit, bij Ajax wilde dit, maar... Dit vraagt echt om een opmerking over zeg maar. Theaterpubliek daar. Zeg maar. Theaterpubliek, ja? die hebben inderdaad gewoon netjes hun gebruikelijke ding gedaan. Een kwartiertje van tevoren weg en zo. Maar voel jij dat zelf... Jij bent zelf ook supporter, dat bedoel ik meer. Ja. Voel je niet dat het vaak een politiek... Dat politiek... het is makkelijk scoren. Of vind je dat eigenlijk helemaal niet? Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Kijk, als je overal zegt, anderhalve meter, geen mensen op elkaar, er worden demonstraties afgebroken, er een hele hoop mag niet. Ja, dan... kijk, het was ook naïef, denk ik, om te denken dat dit goed zou gaan. Juist omdat ik zelf supporter ben. Weet je, bedoel, het lukt mij al niet eens om niet te schreeuwen als ik voor mijn televisie zit. Ja. En dat is ook het mooie. Dat is waarom je graag in het stadion zit, die emotie.
Maar dat kan je niet in één keer uitzetten. Ik bedoel, Rutte die zei dat geloof ik. Van stilzitten en je bek houden of zo. Ja, dat zegt alles toch? Dat is niet hoe voetbal werkt. Hoe kijk je? Word jij wel eens boos als je voetbal zit te kijken? Te kijken? Ja, nee, voor de tv. Kijk, ik Alex kan me voorstellen, loopt te schelden. Peter ook wel. Ja. Nou ja, Europese wedstrijden als teams verliezen. Zeg maar Ajax, Feyenoord, PSV. Als Europees spelen. Maar heb je echt een liefde AZ voor een club of niet? Nee. Nee, hè? Nee, ik kijk heel graag goed voetbal. Ja, maar ik kan niet boos worden om niet goed voetbal, dat bedoel ik meer. Je hebt niet dus... Dat nee. Is, nee? Nee, dan schakel ik uit. Sorry? Niet Roda. Sorry? PJC. Gewoon heb ik maar 4 maanden gevoetbald, hè? Nee, ja, ik vroeg, omdat wij elkaar natuurlijk kennen van die keer met Timmermans. Ja, dat klopt, ja. Ik wilde jou toen zo graag aan tafel hebben, omdat je bij Roda had gespeeld. Wie? Frans Timmermans. Zeker. Ja, was leuk. Ja. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken en die... Hij vierde toen volgens mij dat hij heel veel 1000 volgers op zijn Facebookpagina had. En dan nodig je Simon Tjommer uit. Ja, wij mochten toen, wij beheerden die Facebookpagina. Niet zo denigreren, Neil. Nee, ik vraag me alleen. Oh, daar ben ik gewend hoor, daar hoef je niet aan. Daar zat echt wel gedachten totaal achter. Gewend. Okay. En hij wilde, hij had geloof ik 200 van zijn volgers uitgenodigd om in Den Haag op het ministerie te komen. Hij was toen minister van Buitenlandse Zaken. En wij hadden toen samen met hem een soort Wereld Draait Door-achtige talkshow gemaakt. Oké. Okay. Een leiding van Leon Verdonschot. En er was ook een onderdeel, volgens mij, aan die tafel ging over sport en cultuur. Ja? En daar had Timmermans gezegd van, oh, maar dan wil ik Tjommer hebben. Want weet je, die vertegenwoordigt voor mij het Europese gedachtegoed. Weet je, een Duitse die ook gewoon net zo makkelijk in Nederland zich rondbeweegt. En heeft ook nog eens bij mijn grote liefde, een van mijn 2 grote liefdes, AS Roma en Rode JC. Natuurlijk een waanzinnige combinatie. heeft hij gevoetbald. Dus toen zat Simon aan tafel daar. Maar je hebt daar gezeten? Ja. Maar ik heb hem vaak gesproken met Frans Timmermans. We hebben altijd een goede gesprek gehad. En toen vond ik het ook leuk om daar aan deel te nemen. Maar met wie zat je aan die tafel? Weet je dat nog? Nee, geen idee. Weet je dat nog? Ja, Johan Simons, theaterregisseur. En Leon Verdonschot, die leidde het, de Limburger. En Frans Timmermans. Ja, en Timmermans weet echt veel van voetbal, hoor. Ja? Net zoals hij heel veel van cultuur weet en heel veel van fietsen weet ook. Ja. Nee, het was een leuke bijeenkomst. En hij heeft een diepe liefde voor Roda. Ja, daar ken ik hem en ook weet, van. Ik hoorde vorige week jouw podcast met Floor Wesseling over die gekruiste shirts. Wij hebben nog steeds samen met Floor een shirt liggen, gekruising tussen AS Roma en Roda. Maar die moet iedere keer een beetje opgerekt worden, omdat die steeds dikker wordt. Waarvan akte, als je zit te kijken, heel goed. Hey, dat vind ik wel mooi, want die zou voor jou ook wel mooi zijn. Jij hebt heel veel clubs, hè? Schakel snel. Wat dan? Ja, nou, Floor Wesseling is van Blood In, Blood Out. Ja, ik heb hem ook, ken ik ook. Ja, ik heb Nederland, Duitsland heb ik. Nee, ik denk dat Floor dat gewoon zelf, denk ik. Nederland, Duitsland heb ik. Oh, wat goed. Nog ingemaakt. Volgens mij hebben we ook een shirt, maar dat shirt heb ik niet meegenomen. Dat was volgens mij Twente Heracles, hebben we ook gemaakt. Hey, Floor is top. Nee, maar AS Roma, Roda kan voor me ook wel Roda gespeeld. En Roma als favoriete club natuurlijk. Daar zou ik me trouwens wel, als dat toch over politiek, maar dan is het misschien lokale politiek, hoe een club geleid wordt als Roda. Ik blijf dat me ook echt altijd over verbazen, toch? Ik hoop dat het nu wel wat meer stabiliteit heeft. Maar waarom zou het nu meer stabiel zijn? Nou ja, er zijn 4 jongens ingestapt die er echt... ik heb toevallig voordat ze het vastmaken al met de... Met de woordvoerder er gesproken. Nou, die heeft ook duidelijk uitgelegd wat ze willen. Ze hebben geen verstand van voetbal. Dus ze willen ook puur financieel zorgen dat het goed komt. Willen wel meepraten welke functies ingedeeld worden door wie. En dat heb ik in mijn ogen wel... Ik heb een goed gevoel bij dit keer. Jongens uit de regio ook? Ja, jongens uit de regio. Dat is al een belangrijk verschil met... Simon, het probleem is niet vaak dat mensen zonder voetbalverstand instappen. Het is vaak het probleem dat ze worden meegenomen door het opportunisme. Ja, maar zij willen echt niks te maken hebben daarmee ook. Dus ze hebben mensen, gaan ook creëren mensen om zich heen die er verstand van hebben. En die zetten ze in de functie. En als die iets verkeerd doen, dan halen ze die gewoon weg en zetten weer nieuw in. Zij gaan zelf zich niet bemoeien met technische zaken. Daar is ze echt afstand van gedaan. Mag toch hopen dat het daar een beetje goed komt. Want het is, zij kunnen het is een echt hele mooie treurig. Maar Simon, jij weet het ook. De salaris die daar nu betaald ook worden met de spelers die ze nu gehaald hebben. Ja, dat kan je misschien 1 jaartje nog redden in de keuken. Maar zij moeten toch eigenlijk zo snel mogelijk... Zij moeten promoveren. Met de hele huishouding die ze daar hebben. En het stadion en zo. Ja, dit jaar zal het nog niet hoeven. Maar volgend jaar moeten ze zeker promoveren. Ja. En dat is ook doelstelling. Kijk, je kan niet verwachten dat je... En dat vind ik ook wel weer goed. Dat zie je nu wel bij meerdere clubs. Hè, waar financieel, ook bij Hertha BC bijvoorbeeld. Ja. Waar een groot... bedrag aankomt van een sponsor die niet zegt oké, we gooien het allemaal meteen over de balken. Maar wij kijken eerst rustig de eerste stappen nemen, het fundament opbouwen en dan gaan we het huisje bouwen. Nou, en dat doen ze bij Roda nu ook.
Ik denk dat ze goed bezig zijn. En vooral in de club en in de omgeving de rotte appels eruit gooien. Het duurt wel 12 maanden voordat je allemaal gevonden hebt. En dan kan je door. Ja, het is, ik kreeg laatst een herinnering van die Mexicaan. Dat is ongeveer iets langer dan een jaar geleden. Ja. En ik kreeg laatst, reageerde een Mexicaan op mijn tweet van een jaar geleden. Dat hij uit het stadion werd gezet. En dat is nu dus een jaar geleden. En ziet de wereld er natuurlijk heel anders uit. Nee, dat was toch ook totaal onheerlijk. Die presenteerde in de winterstop nog 7 of 8 spelers of zo, waar nog nooit iemand van had gehoord. En Dat is voor de gelden natuurlijk ADO opeens. Met Partiu en zo. Dit is kijk, wat heel lastig is in Nederland. Dat maakt het ook wel goed. In Nederland is, als men voetbaleigenaar wordt en een club koopt, In het buitenland heb je de verwachtingen om daar geld mee te kunnen verdienen. En dat kan in Nederland gewoon niet. Het is bijna onmogelijk om, als je een eigenaar van een Nederlands club, om echt geld te verdienen. Eigenlijk onder een eigenaar gevoetbald in Nederland? Heb je Jordania nog mee? Scheringa, toch? Scheringa. Ja. Maar merkte hij daar wat aan, Scheringa in Jordanië als eigenaar? Daarbij Scheringa was heel makkelijk. Louis van Gaal was er. Er was maar één baas. Zelfs Scheringa luisterde naar. Die kwam wel de kleedkamer ook in, toch, Scheringa? Nou, zelden. Ja? Echt zelden. Ja, als het goed ging, wij iets leuks gewonnen hebben, maar dan was het alleen maar hallo en leuk. En even feliciteren, is natuurlijk een aardige man. Maar dat bepaalde Louis ook wanneer wanneer iemand binnen mocht komen. Ook al ben je de eigenaar van de club. En bij Jordania? Die zat gewoon elke wedstrijd naast jou in de kleedkamer. Ja, was Jordania echt de baas van de club? Dat Abramovic natuurlijk, hè? Maar ja, dat is zeker, maar ja. Nee, maar terugkomend, gaan we even naar een ander onderwerp weer met makkelijk. Pak ik even bier? Ja, makkelijk om alles op voetbal af te schuiven, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk wel dat iedereen, zoals jij net ook schetste bij de KLM, als daar iets gebeurt nu, daar wordt ook iedereen meteen op aangesproken. En het is natuurlijk makkelijk omdat wij in de sport zitten, dat we eerder lezen als het over voetbal gaat. Maar ik denk dat alle gebieden er aangepakt worden. Het enige probleem wat ik zie is, en daar mogen jullie hetzelfde als bij KLM en hetzelfde als bij Ajax. Zodra de wereld weer natuur normaal loopt over een jaartje, 12 maanden, 14 maanden, dan komt de bonus die nu eigenlijk had uitgekeerd worden, komt dan ook wel op tafel, toch? Ja, dat is een beetje de ellende met al die toch bedrijven niet weg, natuurlijk. Of niet? Uiteindelijk stroomt het geld naar de top. Ja. En verzinnen ze wel een manier om het uiteindelijk alsnog uit te keren. Maar ik vind het niet gek dat er kritiek komt op Ajax op het moment dat je van Den Haag, van de belastingbetaler, vraagt van jongens, je moet een deel van ons personeel doorbetalen. En zeker niet dat iedereen weet hoeveel geld er op de bank staat bij Ajax. En dan nog vind ik dat ze daar weet dat iedereen? Weet je, iedereen heeft die regeling. Dat geldt voor grote en voor kleine bedrijven. Dat is prima. Maar dat je dan zegt van joh, als gebaar storten wij met z'n tweeën die bonus terug. Maar ik denk niet dat Overmars of Van der Sarre een avondje minder van het eten zou gaan als het niet zouden doen. En dan moet je gewoon slimmer zijn als profclub, weet je. Ik bedoel, maak zelf een sympathiek gebaar. En dan win je er nog goodwill mee ook. Het is hetzelfde als met die achterlijke mascotte bij Arsenal. Ja. Ja. Maar goed, wij weten niet wat er precies gebeurt. Ja, Özil is ook een ander onderwerp, hè, waarom die dat doet. Ja. Natuurlijk ook met zijn positie te maken die hij bij de club heeft. Hè, om even bij de supporters weer... Het is een hele nuttige investering van hem geweest. Het doet hem ook geen pijn. Ook. Die wil, als je een beetje goed laat adviseren, als je het zelf niet aanvoelt, dan weet je dat hier... Maar we weten nog niet wat ze gedaan hebben. Nee, maar wij suggereren gezegd, toch iets hier? Ik kan me niet voorstellen dat ze hem niet terugstorten. Maar ze hadden het van tevoren moeten doen. Precies. Hoe kun je van tevoren een bonus terugstorten voor de corona? Je kan hem toch terugstorten op het moment dat je die NOW aanvraagt. Dan zeg je van jongens, wij doen nu een beroep op de belastingbetaler. Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat wij dan niet onszelf een bonus uitkeren. En ik bedoel, het is makkelijk achteraf zeggen. Dus dan ja, het zou ook best kunnen dat ze het helemaal niet geweten hebben. Dat is inderdaad ook een kans. En ik vind het ook, als zij nu zeggen... Maar dan moet je sneller met een reactie komen. Precies, dan wacht je toch niet. Waarom weten wij nog steeds niet wat zij ervan vinden? Omdat ze nu aan nadenken zijn, die Miel Brinkhuis nu als een gek aan nadenken van wat voor statement gaan we uitgeven. Mensen die niet weten wie Miel Brinkhuis is, dat is de mediaman van Ajax, verantwoordelijk voor het hele mediabeleid. Dus ik ben wel benieuwd. Over media gesproken, ik denk dat... we gaan het straks over media. Broes, help me even herinneren, ik moet het straks over media hebben. Want we gaan nu naar Slowakije. Matthews Bero. Zullen we het Nederlands doen of in het Engels? Engels. All right, Matthews. We'll do it in English. First, congratulations for last night. You guys qualified for the final of the playoffs. It was a terrible game against Ireland to watch on television. You were on the bench. What was your feeling during the game? Yeah, the game was, I think from the beginning, was 50-50. We
we miss one really important player, which is Lobotka, which have he has a problem in Napoli. They don't want to let him go because of some corona problems. And yeah, if you miss the most creative player, then it's always difficult to change the game. But in the end, we are in the next round, and that's the most important. Yeah, true. That it's we discussed before the show about the penalty shootout. I was looking at it, and here in Holland we always have Jasper Cillessen, who never stops a penalty. But in Ireland you have Darren Randolph, and who is a pretty good goalkeeper. But yeah, the fourth taker of the penalty, who was it from Slovakia? Gregus. Yeah, for the people who missed it, he did a Panenka. And Darren Randolph was, I said, standing in the middle, but even then he missed the ball. What was your idea at the moment that he did a Panenka? Yeah, to be honest, I was staying on the line, of course, hoping that we were going to fix the penalties. And when I saw what he did, I was, first of all, get almost heart attack. And then when I saw that the goalkeeper didn't catch the ball, I was so happy celebrating because we knew that we are so close. Yeah, so close. The final is, I think, in November against Northern Ireland. Yes. Exactly 1 month later, I think. Okay. Can you describe your role at the national team? Because at Vitesse, you're one of the key players. But what's your role with the national team? Yeah, it's of course a little bit different because here you have really big quality. And especially in my position, you have Marek Hamšík and Juraj Kucka. They are playing a long time in Italy. Yeah. So yeah, of course, great players, and I have to wait for my chance, which what it is the only thing what I can do. I'm always trying to learn what they are doing in the pitch because that's the most important. I can learn from them a lot, and then in the future when I get my chance, I can use it. About learning stuff, Simon is not your manager, but helps you a lot. What do you learn from Simon? Don't say nothing. Yeah. Just forget it. I learn how to drink coffee, how to eat ice cream after coffee, and especially these things, and goat cheese salad. That's the specialty of us. No, well done, Martino. But can you describe a little bit how your relationship is with Simon? Yeah, to be honest, when I come to Holland, I was really in a bad time of my career, and Simon is the guy which helps me to improve my level because of a lot of tactical things, and but also especially mentally, that you have always someone with who you can talk, and he always try to help me, and I know when something happens, he is there for me, and that's what I really like, and I'm really happy to have him by my side. Hey, close the phone call now. Now is enough. No, we have a big Vitesse fan in the chat, Jorin. He said, "What? How is it going with your dog, with Jimmy?" Yeah, I don't know if they know, but he was a little bit sick, but now is everything fine. So he really likes Holland because now he is in Trenčín, and he don't like to live in apartment. He need house. So now he's not happy, but 1 week after he's gonna be back in Holland, and he will be happy again. Yeah, you laugh about Jimmy, but Jimmy is the real boss at home. Really? Yes. Yes. No. Of course, my wife. Is she watching at the moment? Yes, she is. So. I think she will find it. So yeah, she will find it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, talk nice about her. I guess you're flying out tomorrow to Scotland. Yes, we are flying tomorrow. Then we play Scotland, and then we have 2 days off again, and then one more match against Israel. So it's quite busy this time. But I think every player likes to play more than make trainings. Yeah, yeah. But how strange is in the whole COVID-19 situation that you have to play three games with the national team in this period? Yeah, I'm not sure if it's ever happened to play three games in the national team, but yeah, the situation is, it is what it is. We cannot do nothing about it, and we have big squad. We have 26 players. So yesterday, for example, we had three players on the stand, which was not even wearing the jersey. So we have a big squad here, and hopefully, or maybe there will be some changes for the next match, and again for the match at Wednesday against Israel. So I'm going to also get my chance and show my level also here. Then looking back at the first four games of the season with Vitesse, new coach, new system. How is your role in that team? Yeah, I have to say I'm really satisfied with my position because I play number 8 and I'm really up and down player.
what everybody can see that my energy level is really, really high, almost all games, doesn't matter if it's beginning or the end of the game. Yeah. So I'm really enjoying the time, and also I think the style which coach bring is really fitting me, because we play a lot of transition, we try to make possession, but yeah, play attacking offensive football, and that's what I love, and that's something where I can be strong for the team. Yeah. So when you get back, you first have a away game against ADO, and then it's going to be very interesting, because then PSV is coming to Arnhem, so that's going to be an interesting game. Good luck, Matthews, next two games with the national team. And you want to say something to Matthews? Enjoy, and hopefully you're going to get your minutes and show them. Because you can look at Hamšík and against the other players, but you deserve your chance and you will take it. Yeah, I hope it will come, but Simon knows me. Let's always calm. I'm always waiting for my chance. When it comes, he knows I will be ready. So he will take it. That's what I'm doing right now. Is he a little bit too nice? No, too nice to on the pitch? No. No, he's always humble. He's one of the most humble guys I've ever met. And no, he knows exactly to wait for his chance. And if he gets it, he will take it. So he's nice, but he's a killer. Nice words, Matthews. Thank you. Yeah, have a good one. Yeah, but and Simon say the truth. I'm different man. When the match starts, it's like some bottom here in my head. And I think we all have that here when we're sitting on a table talking about football, really nice and quiet. But once, sometimes I play with Simon, he's a different man here and on the field. So thank you for your time. But I think it's important in the football, because when you are nice guys in the pitch, then opponents can use it against you. So better if they are a little bit scared of me, and then I can do what I can do. All right, Matthews, thank you so much. Thank Safe you travels also. Tomorrow. Good luck, Matthews. Yeah, thank you. See you. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you. Fantastische jongen. Ja, niet normaal. Ja. Is echt... ik wou heel graag al dat hij eerder naar Nederland kwam. En toen moest hij jammer genoeg naar Trabzon. Even gesproken over clubs die bepalen waar je heen gaat. Moest hij naar Turkije, omdat hij zo duur was. En gelukkig mocht hij dan anderhalf, twee jaar later terug. En mocht inderdaad naar Nederland. En Vitesse heeft hem een kans gegeven en is zo een nederige persoon. Ja. En voor mij de beste omschakel spelen in de Eredivisie. En dat kon hij vorig jaar niet laten zien, omdat hij totaal niet in zijn positie speelde op 6 voor de verdediging. En nu inderdaad. Ja, hij is heel blij, hè? Met ja, ik ook. En hij heeft. Kijk, het is natuurlijk ook een speler die opvalt, ook in het buitenland, al sinds jaren. En vorig jaar gelukkig aan de ene kant op 6 gespeeld, zodat hij nog niet weg is. Dus hij is er nog. Hij staat op al die lijstjes, hè? Want je ziet hem heel vaak. Je hoort zijn naam best wel vaak rondzingen en zo. Qua, ja, maar qua talenten waarnaar gekeken wordt. Ja, maar je kijkt heel vaak naar. Kijk, je moet natuurlijk kijken wat kan een speler. Je hoeft niet tegen Matthews te zeggen. Maak een actie zoals Idrissi bijvoorbeeld. Wat we bij zeggen. Nee, maar als je kijkt. Als je goed kijkt in een wedstrijd. Ook nu met de goede spelers als Tanane en Bazour. Wie al die ruimtes afwerkt. En wie constant in de 16 van de tegenstander. Maar ook constant weer op tijd terug is bij zijn eigen 16. Ja, zo'n speler heb je gewoon in het team nodig. En dan ook nog de pasen naar de goede kleur geven. En ook nog versnellen. En nu inmiddels ook alweer 2 assists. Nou, ik ben benieuwd wat na 10 wedstrijden een beetje kort. Wat de zomer gaat brengen voor hem. Hey, ja, hoe imposante wenkbrauwen. Gigantische wenkbrauwen. Dat viel mij dan weer net op. Maar... Prima. Ja, maar dat lag ook een beetje aan de... Oké, ik ga de volgende keer kijken. Ja. Nee, ik... nou ja, wat ik zeg. Ik heb eigenlijk al eerder geprobeerd om naar Nederland te krijgen. Want toen moest hij naar Turkije. En sinds het moment eigenlijk dat hij in Nederland is, zijn wij sowieso de begeleiding die ik... Ja, nou praten we een beetje alsof we niet voor de tv zijn. Maar de begeleiding die ik geef is meestal vooral echt in het sportief ook. En kijken naar wat kan je zelf de beperkingen minimaliseren bij een speler. Om de maximale groei mogelijk te maken. En nou ja, daar is hij een van de voorbeelden van waar ik denk dat er heel veel in zit. En dan moet je hem vooral in de positie brengen. Wat nu gebeurt, eindelijk bij deze trainer. Je ziet ook hoe echt blij op hij de nu is, met die nieuwe trainer. Want hij mag rennen. Je hebt een hek opengezet en je zegt, go. Ja, maar die Lerch, iedereen heeft natuurlijk ook Roger Schmid. Grotere club, snap ik ook wel, PSV Roger Schmid. Maar die Lerch, als je ook ziet, ik denk dat jij hem ook hebt gezien, Ajax Vitesse. Ja, Vitesse speelde gewoon echt goed. Ja. Hè? Ja, ze speelden goed. Alleen op een gegeven moment ben je te naïef. Je blijft tegen Ajax spelen. Ja. En ik vind het heel leuk bij de trainer dat hij ook zegt, zij moet ook aan ons denken en rekening met ons houden. Klopt.
Maar op een gegeven moment moet je wel opletten ook dat je niet te veel ruimtes weggeeft. Want zoals bijvoorbeeld Kudus, die sprint door het midden, die openheid, ja, dat mag echt niet. Dat is onmogelijk tegen Ajax. Maar Vitesse wel goed bezig als je ziet hoe ze de selectie nu hebben samengesteld, wat voor een ploeg ze nu hebben. Ja, dan mag ook niemand geblesseerd raken. Nee, de eerste elf is heel goed, dat bedoel je eigenlijk. Ja, en dan denk ik nog dat ze voorin nog wat anders hadden kunnen gebruiken. Ik ben niet zo'n fan van de combinatie. Ik ben wel een fan van Openda, maar ja, daar moet eigenlijk een ander type spits naast staan. Maar inderdaad, het is het wordt interessant. Ik heb voor het eerst. Ik zie heel veel jongen. Ik zag wel. Is dat die zoon van? Ja. Cornelissen of van Tim Cornelissen? Oh, is van Tim. Ja, Tim, hè? Ja. Ja, die ook al zijn debuut gemaakt, toch? Ja. Ja. Ja, dat is ook heel wel bij de trainer. Passen in. Ja. Ja, dat is ook fijn. En dat moet ook Vitesse zijn. Dat komt ook wel door de technisch directeur. Hè? Ja. Die dat Johannes Spoors, die dat absoluut wil en ook in de toekomst in ziet. Dus ja, dit is wel goed beleid gevoerd hier op dit moment. Maar zo. Wacht even, we zijn net begonnen. Wacht maar af hoe dat verder gaat. Och, weer het eten van Yevgeny. Hoeveel tijd besteed je dan aan? Wij zien elkaar iedere week. Persoonlijk. Ja, wat hij al zegt, hij leert. Ik eet altijd mijn geitenkaassalade. Ja. Ik eet iedere week mijn geitenkaassalade. Dan neem ik een laptop mee en dan kijken we wedstrijden. Ga je gewoon beelden kijken met hem? Ja, absoluut. Maar we bespreken alles. Alles wat nodig is, ook om zich te ontwikkelen. Nou ja, en dat probeer ik echt met al mijn spelers. Er wordt trouwens gezegd, Vitesse vierde. Er wordt in de chat gezegd. Spelling voor Vitesse. Slecht nieuws voor Feyenoord dan. Want? Die worden derde? Nou, ik ben vrij pessimistisch. Ik had die vierde plek voor Feyenoord ingeruimd. Want je dacht AZ derde? Ja, ik of tweede misschien wel. Boven Ajax? Ik denk niet dat PSV kampioen wordt. Oh. Simon denkt. Nee, ja. Ik denk. Maar wacht even, ik wil wel zeggen, dat is heel belangrijk voor mij. Dat heb ik voor Mario Götze geroepen, hè? PSV wordt kampioen. Ja, je was er vroeg bij. Wat voor alle aankopen heb je gezegd? Voor de laatste drie aankopen. Kijk, was wel vrij vroeg. Aan het begin van het seizoen geroepen. Ja. Ja. Ja, maar het is ook als je ziet wat zij vooraan hebben staan. Maak jij je zorgen? Dat gaat draaien. Beetje. Ja? Oh, je begint je zorgen te. Oh, hier. Nou ja, een beetje wel, ja. Amsterdammer die een beetje nederig wordt nu. Ja, maar ik ben geen Amsterdammer. Nooit horen zeggen. Ah, je woont toch in Amsterdam? Ik woon lang in Amsterdam, maar ik ben geen Amsterdammer. Het wordt wel een gevecht tussen die twee. Het is niet zo dat één wegloopt, hoor. Het wordt echt tot de laatste verwachting. Ik verwacht een heel leuk einde van dit seizoen. Verbaast me dat. Als corona toelaat, trouwens. Dat Ajax best wel wat. Hoe zeg je dat? Voor de toppers die ze zijn kwijtgeraakt, degelijke vervangingen heeft gehaald. Maar wel zeventjes, zeg maar. En dan bedoel ik niks ten nadele van Kluiber of Klaassen of zo. Maar het waren niet voetballers waarvan ik had verwacht. Als je echt een van je toptalenten kwijtraakt, dan haal je hen terug. Of van wie heb je het nu? Wie zijn ze kwijtgeraakt? Wie hebben ze gehaald? Wie zijn ze kwijtgeraakt? Dest, Van de Beek. Zie ik, hebben ze wel een forse vervanger voor gehaald. Kijk Dest Kluiber. Ik vind Kluiber een hele toffe voetballer. Maar je kiest wel nadrukkelijker voor een reserveback dan voor een heel groot talent waar je... Ja, maar goed, we hebben het net over de bonus gehad. Is dat niet een goede, dat Ajax ook aan de financiën daarin denkt? Ja, precies. Er moet wel wat overblijven. Nee, maar ik denk wel dat ook een reden was voor Ajax om te kijken, oké, we gaan niet voor de top aankoop qua financiën, maar kijken daar ook verder. Hoeveel is PSV daarin gegaan dan? Met de spelers die ze gehaald hebben en salarissen? Ja, salarissen is wel een issue, vooral bij Sahavi. Maar goed, die is... Sahavi, Götze... Ja, maar je weet niet... Van Ginkel. Weet je niet de constructie? Nee, Van Ginkel hoeft niet over... Hoe heet die gast die ze van Toulouse hebben gehaald? Ja, maar dit is, gaat niet... Gaat niet om miljoenen, denk nee, ik. Nee, gaat niet buiten het huis van PSV. Götze en Sahavi, denk je wel? Ik denk Götze ook niet. Nee? Ja, ik denk dat Götze wel water bij de wijn heeft gedaan. Sahavi, kijk, Sahavi zal ook China, niet... Die zal ook niet verdienen. Ja. Die zal niet verdienen wat hij in China heeft verdiend. Die heeft ook... Ik denk alle spelers die daarheen zijn gekomen, Mario sowieso, maar ook Sahavi heeft zeker ingeleverd. Ja, zeker. Zeker. Dik ingeleverd. Bij Sahavi zal het nog steeds wel topverdiener zijn van PSV, maar ik denk dat ze daar best wel meer mee rekenen. Ze stellen hun ploeg nu in, eigenlijk op Champions League niveau, ook qua uitgaven. Ja. Als je dat ziet. Ja. Ja, dan is het wel handig dat je dan ook Champions League voetbal gaat halen. Ja. Dat is dan een bittere noodzaak. Dat is een gok natuurlijk die ze nu weer nemen. Ik ben nog steeds getrouwd. Maar PSV is ook geen... Dat Götze en Van Ginkel fit blijven. Ja, fit zijn. Ik bedoel, Marcel Brands toen hij daar kwam bij PSV. Ja, superleuk. Dat heeft hij wel eens verteld, weet je. Ja, leuk dat je bij PSV komt. Maar die is alleen de eerste twee seizoenen bezig geweest met saneren. Ja. Omdat ze zo'n puinhoop daarvoor hadden gemaakt. Ja, nu gooien ze er weer uit.
Ja, maar nee, nu... geintje. Nee, maar even kijken. Hier nee, is het, ik... Ja, nee. Het is... Ja, wij kunnen... Nee, maar dat zijn de transfers op, ja, hoor. Nee, maar dat is nog... Dat telt niet mee. Dat maakt niet uit, want je hebt ook wel geld teruggehaald, hè? Ja. Nee, maar even terugkomen op het feit. Is heel simpel zo dat PSV, en als ik daarna naar de directie kijk, geen mensen heeft in dienst genomen die boven hun mogelijkheden leeft. En dat hebben ze nu ook niet gedaan. Kan ik me niet voorstellen. Als je kijkt wie er bijgekomen zijn en wie er weggegaan zijn, dan gaan zij toch miljoenen extra aan salaris uitgeven. Zeker. Kijk, bedoel, bij zijn Gutsen, die kost ook niks. En Sahavi was ook free transfer, geloof ik. Dus dan kun je ook wel een beetje schuiven met je transferpotje en je loonkosten. Ja. En bedoel, Sahavi, die is hoe oud? Ja, die gaat ook geen 5 jaar meer spelen. Ja, maar voor Sam hadden ze ook aardig, salaris neer moeten leggen, zodat hij blijft. Ja, maar niet het slaas van Sahavi, denk ik. Nee. We hebben het even. Sahavi moeten we even wegzetten. Ja. Die is even weg. Die is een extra. Die heeft ergens een potje gevonden waar hij uit betaald wordt. Waarschijnlijk van een transfer zo. Nee, dat denk ik niet. Brainport Eindhoven. Maar de rest valt allemaal in het salarisplafond, neem ik aan. Misschien heeft Sahavi trouwens ook het salarisplafond, maar heeft een aardige bonus gekregen. Kan ook nog, hè? Een signing fee, die een soort transfersom is. Ja, ja. Het is meer dat ik denk, zeker nu dat als ik directeuren spreek van clubs en zo, dat ze het. Dat ik weinig vaak. Ik heb niet vaak het besef dat ze. Ze zijn er allemaal wel vanuit. Ze gaan allemaal wel vanuit dat 2021 dat alles weer normaal wordt, zeg maar. Terwijl als je nu ziet de positieve testen. Broes zei het vandaag tegen mij in de FC Afkikken Daily. Zei die ook, weet je, ja, als je ziet hoeveel positieve testen er zijn. Ja, er is op dit moment nog geen kentering gaande. Dus het zou misschien ook wel een beetje slim zijn dat je een pas op de plaats maakt en dat je wat geld gaat reserveren. Want nou, de overheid, de KNVB, die klopte. Hallo, kunnen we hoeveel? 140 miljoen hebben? Ja, zoiets. En toen zei de overheid, nou, mij niet bellen. Dus nu kan je, voor mij kunnen clubs in hun eentje daar aanspraak maken. Ja, ze kunnen zelf gewoon aanspraak maken op regelingen die andere bedrijven ook krijgen. Ja. Kijk, nu praten we over clubs en over huishouding. Ik denk dat we de hele economie... Daarbij, wij gaan wel op voetbal kijken, omdat we een voetbalpraatprogramma zijn. Ja. Maar ik denk dat ieder bedrijf zo suggereert. En we hoeven hierbij niet alleen over voetbal te hebben. Ja, maar... ja, we zijn over voetbal, maar het gaat mij erom dat ook een club natuurlijk denkt... Natuurlijk is het zo dat wij nog niet weten 2021. Maar als ons alle bedrijven in deze economie rekening houden met het doemscenario... Ja. Dan komen we echt nu al in de problemen. Nee, dus laat ons alsjeblieft voor zorgen dat we er vanuit gaan. Ik ben het met je eens. Je moet gewoon doorgaan met het leven. Alleen... Het is heel onverstandig als je een volwassen bestuurder bent, dat je niet denkt, oké, het ieder kan club, tegenvallen. Ja, dat klopt. Maar ieder club heeft dit jaar geld bespaard, wat ze normaal gesproken wel hadden uitgegeven. Ieder club heeft rekening gehouden met de situatie waar ze in zitten. Nu? Ja. Ja, maar ieder club, niet richting de toekomst. Ook richting de toekomst. Ja. Nee, niet allemaal. Maar wel een groot deel. Als je kijkt, volgens mij in Duitsland zijn 60% minder transfers gedaan. Enige land waar eigenlijk bijna hetzelfde is gehaald, is Engeland. En daar zijn ook nog veel domestic... Nee, maar dat is ook een verschil. Door de Brexit hebben ze natuurlijk veel spelers in Engeland zelf gekocht. Omdat ze niet weten hoe de regelgeving volgend jaar 30 juni wordt. Ja. Vindt nog steeds niemand. Ja, krijgen we ook nog. Het is ook mooi dat er nog steeds niemand weet hoe dat verder gaat. Maar dat komt ook nog op ons af. En daar hebben clubs... De clubs hebben echt wel rekening gehouden met wat kan er staan. Niet desondanks dat het helemaal weer zwart wordt... Maar ze houden wel met lichtgrijs houden ze wel rekening. Ja, oh, daar is ook lichtgrijs. Kijk, ik heb het over lichtgrijs. Jezus, ik wil die ogen. Godske leer. Ja, je kan ook gewoon even afstand nemen, Ralf. Jeetje, mina. Maar ik had het over lichtgrijs en... En daar was die. Ja. Ralf komt in beeld. Ja, dat is wel mooi. Want Ralf heeft gewoon eigenlijk een dagje met de familie vandaag. Ja, dat gebeurt dan ook. Hè? Als je niet moet voetballen, dan ga je gewoon lekker een familiedagje ervan maken, toch? Ja, klopt. Je mocht even van de vrouw even heel eventjes toch even skypen met ons, of niet? Nee, ja, dat is geen probleem. Maar dan moet de kleine, anders die maakt veel lawaai. Dan horen jullie me niet. Kijk, met zo'n vader veel lawaai maken. Hey, eigenlijk zouden jullie vanavond... Ja, ik had er echt heel veel zin in. Eigenlijk echt een krakertje in de KKD. De Graafschap tegen NAC. NAC natuurlijk supergoed aan het seizoen begonnen. Maar ja, toen sloeg ook de positieve coronatest toe in Breda. En toen dacht jullie trainer, die natuurlijk geen blad voor de mond neemt, Mike Snoei, die zei... Nou, laat ik het netjes zeggen, die vond het een beetje opvallend, opeens al deze positieve test. Nou, daar heeft dus weer NAC op gereageerd. Kortom,
Er werd eigenlijk gevochten buiten het voetbalveld in plaats van op het veld. En nu heb jij een vrije avond, Ralf. Hoe ga je daarmee om? Ja, we gaan zo gewoon even koken. Dan wat eten met het gezinnetje. En dan vanavond even een serie of een film kijken, denk ik. Ja, zit niet veel anders op. Ja, maar hoe erg baal je? Ja, ik baal wel heel erg. We hadden heel veel zin in de wedstrijd als de Graafschap zijnde. En ik denk dat NAC er ook wel zin in had. En ja, ik heb ook gelezen inderdaad wat er in de media geroepen is. Ja. Ik vond het wel mooi trouwens gisteren van der Looy, zeg maar, hoe die het verwoordde inderdaad. Wat dat zei die? Alles daar, dat de maatregelen gewoon worden nageleefd. En dan hoeven we eigenlijk in principe nu alleen bij hem Paas en Teese weg. En de rest kan dan gewoon voetballen. Dus ja. Ja, daar is afgelopen week wel wat misgegaan, denk ik, bij verschillende clubs. Ja, nou, jij zegt het wat netter. Je trainer was iets harder. Hij zei, bij ons is het bijna een heksenjacht op de club. Als je ziet hoe de regels worden nageleefd en nagestreefd, je wordt er soms chagrijnig van, dan vind ik het enorm teleurstellend dat er zoveel positieve uitslagen bij NAC zijn. Dat vind ik wel bijzonder. Nou ja, kijk, weet je, het is, ja, aan die positieve uitslagen kunnen ze niks aan doen. Ik denk dat iedereen er mee te maken gaat krijgen en iedereen er mee te maken heeft. Alleen het is nu zo dat volgens mij de selectie in quarantaine is gezet van NAC, wat ik begreep vanuit Manders. En die suggereert natuurlijk wel dat er alle maatregelen nageleefd worden. Ja, dat streept volgens mij helemaal tegen elkaar weg. Als je dat hebt gedaan, dan hoeven in principe alleen maar de spelers die besmet zijn in quarantaine. En dan zou de rest daar gewoon kunnen voetballen. Dus ja, dat is het enige wat een beetje wat tegen elkaar inspreekt, vind ik. Ja, want leg ons even uit. Als clubs moet je best wel heftige maatregelen nemen, hè? Wat Mike Snoei ook zegt. Bijvoorbeeld met besprekingen, met eten, met trainen, met douchen en dat soort dingen. Geef eens wat voorbeelden aan waar jullie nu aan moeten conformeren als club. Ja, nou kijk, wij zitten nu al in de businessruimte boven. Dat is, ja, is gewoon een gigantische verdieping. En daar zitten wij met 14 tafels voor 30 man ongeveer. 28 man, dus ja, je zit daar gewoon goed verspreid. Je delen de uitkleedkamer en de thuiskleedkamer. De jonge spelers die moeten direct naar het trainingsveld komen. Die kleden zich om in de auto, of niet? Ja, die kleden zich thuis om en die moeten de setjes mee naar huis nemen, daar wassen. En, dan, en die komen dan rechtstreeks naar het trainingsveld. En hoe zien de wedstrijdbesprekingen eruit dan, zeg maar, voor een wedstrijd? Ja, een wedstrijdbespreking wilde ik net naartoe, die... Dat is eerst de basis 11 in een grote ruimte. En daarna gaat de basis 11 naar de kleedkamer. En als wij naar de kleedkamer via de buitenkant van het stadion, de nooduitgang, zeg maar, loopt de basis dan naar de kleedkamer. En dan gaan de wissels via de binneningang naar de eerste verdieping. En die hebben dan de bespreking. Dus dan wordt gewoon in twee of drie groepen verdeeld bij ons. Sinds deze week is dan ook, zeg maar, als je langer dan 10 minuten behandeld wordt, dan moet een mondkapje opgenomen worden bij de fysio en bij de desbetreffende speler die behandeld wordt. Dus ja, er zitten wel echt gigantisch veel maatregelen bij ons in, zeg maar. En die worden je kan je bijna geen eens meer alleen op voetbal focussen, joh. Je bent alleen maar bezig, volg ik de maatregelen wel goed, toch? Ja, eens. En dan heb je ook gewoon een hele looprichting in het stadion en een maximaal aantal in het krachthonk. Ja. En dat soort dingen. Maar daar kwam je toch niet, of wel? Nee, daar kom ik vrij weinig. Dat is wel mooi, want we hadden natuurlijk maandag... Ik had natuurlijk die goal helemaal niet gezien. Nee. Maar we hadden je natuurlijk maandag live in de show in de bus op de terugweg van de overwinning. Ik vond het wel mooi even het juichen. Daar hebben we het natuurlijk helemaal niet over gehad, want ik had het niet gezien. Er zat wel even wat frustratie in, hè, toen richting die camera. Ja, zeker, zeker. Rot blessure, rot wedstrijd. Niet goed gevoetbald en dan... In de 89 minuut gelukkig winnen, ja, dan een beetje frustratie van de slechte wedstrijd. Komt er wel wat uit, ja. Hey, dan, tot slot, het afsluit. Tot slot, Ralf. Maak je je zorgen dat als dit nu zo doorgaat in dit, zeg maar, in deze vaart, hè, met afgelastingen of wedstrijden die worden uitgesteld in de KKD, dat er echt een heel scheef programma wordt afgewerkt de komende periode? Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Ik ben eigenlijk banger voor... Voor de competitie zelf, zeg maar. Ik denk dat het niet eens afgespeeld gaat worden als het zo doorgaat. En ik denk dat als er steeds meer besmettingen bij de voetbalteams komen, dan ben ik nog wel benieuwd of het kabinet niet gaat zeggen van neem maar even pas op de plaats. Want ik denk dat het ook gaat gebeuren binnenkort bij het amateurvoetbal.
Okay, zal ik even kijken hoe jullie nu opstaan op de ranglijst? Oh nee, dat heeft geen zin, hè? Want dan rechtszaak en zo, dat is kansloos. Nee, ja, dat is nu pas bij 85%, hè? Ja, je staat nu ook vierde, dus je hebt eigenlijk nog geen... je hebt geen recht op iets. Nee, we hebben er nu helemaal niks aan. En niemand. Er moet 33 wedstrijden gespeeld zijn. En het is maar de vraag of we dat gaan redden voor mij. Hebben jullie nog tips voor vanavond in de Huizen Zeuntjes? Serie die moet kijken? Kijk hoor, ik heb een poosje geleden The Good Place gekeken. Dat vond ik heel erg grappig. The Good Place? The Good Place, comedy, ja. Ben je van een comedy? Ik vind Ralf zo'n horrortype. Zo lekker met de vrouw. Nou, hij zit erbij, hè? Hij is er nog, hè? Dat kan je niet zeggen. Is dat met mevrouw Zeuntjes ja, lekker op de bank horror kijk, kijken? Dit, ik vind juist dat je dit moet zeggen. Dat is toch het mooiste wat er is als je toch tegen iemand zegt wat je van hem vindt. Al is het kut, ja, dat maakt mij niks uit. Maar wat voor type ben jij met mevrouw Zeuntjes een Netflix-avondje? Is dat een horror kijken of niet? Nee, we zitten nu in Queen of the South. Dat is een serie. Queen of the South, ja. Oké, okay, serie. Ja, Simon, ja, ook gezien? Nee, niet gezien? Ja, ook deels. Met mevrouw Tjommer? Nee, als ze naar bed gaat, dan kijk... Kijk jij Queen of the South? Ja, mijn vrouw houdt niet van geweld. Is het geweld? Ik dacht dat het romantisch iets was. Queen of the South klinkt zo vredelievend. Goed. Nou, geniet van je vrije vrijdagavond. Nou, jullie nog succes met de show, mannen. En we hebben contact. Dankjewel, Ralfie. Tot vrijdag. Oh. Hoi. Tot vrijdag, jongen. Hij maakt zich een beetje zorgen. En terecht. Ja? Ja, tuurlijk. Absoluut terecht. Alleen ik denk wel dat iedereen er alles aan gaat doen dat voetbal als laatste... Ja. Scholen en voetbal wordt het laatste stekker eruit getrokken. Ja, je had het vorige keer over, toch? Dat jij nog niet wist of je kinderen naar school mochten, omdat er dan weer besmettingen zijn. Iedereen wordt over je geïnformeerd. Ja, vandaag heb ik mijn mails doorgewerkt. Ik had vandaag weer een kantoordag. Dan heb ik volgens mij 25 mails alleen weggestuurd. Ja, een nieuwe besmetting. Ja, een nieuwe besmetting. Echt? En regels, morgen GGD. Ja, wat om de dag word je geïnformeerd wat er gaat gebeuren. En ja, wij zijn toch ons allemaal ervan bewust dat de besmettingen doorgaan. En vooral als kinderen... Ja, kijk, dat kinderen niet erg ziek ervan worden, dat is altijd bewust. Dat hopen we ook, dat het zo blijft. Dat een kind ervan niet ziek van raakt. Alleen dat kinderen ook besmet kunnen raken, was toch nooit een vraagteken. Nu doet iedereen verbaasd erover, maar het was toch nooit een vraagteken dat de kind zich ook besmet kan besmetten. Er is aan het begin wel discussie over geweest, omdat de besmettingen helemaal, ja, was en zeker bij jongere kinderen... Dat was helemaal in het begin. Ja, weet je, nog steeds. Het irritante is, ik hou me in de Kamer bezig met onderwijs. Ja. Dus ik heb al die debatten over corona gedaan. Ja, heel lang heeft RIVM daarom gezegd... Daarom gooi ik het er ook uit. Ja, maar heel lang heeft RIVM gezegd van, het lijkt er voorlopig op dat... Kinderen niet besmet raken, of in ieder geval een beperkte rol spelen in de transmissie. Maar dat zijn hele verschillende dingen. Niet besmet raken of een beperkte rol spelen in de overdracht. Maar ja, het onderzoek is nog steeds niet afgerond naar wat precies de rol is van kinderen. En ook als ze er zelf niet heel ziek van worden. Ja, als ze naar hun opa gaan, als ze naar hun oma gaan, als ze op straat aan het spelen zijn. Ja, dan bedoel, het aantal besmettingen neemt toe. En ik denk... Ik snap Ralf zijn angst wel qua competitie. Ik moet ook maar zien hoe ver we gaan komen. Maar is er niet al een regel, dat zei jij volgens mij tegen mij, een keer op woensdagavond, 28 rondes moeten gespeeld worden? Dat is wat Ralf net zegt. Maar hij zegt, ja, in ieder geval als ik Ralf goed hoor, dat hij denkt dat dat geen eens plaats gaat vinden, zeg maar. Wat zijn de regels nu over het afgelasten van wedstrijden? Want ik bedoel, je ziet af en toe van de nieuwsberichtjes met... Dit heeft dus met, mee te maken met bijvoorbeeld Jong Oranje speelt gisteren bijvoorbeeld wel. Jordan Theze valt dan af. Ik denk dat te maken heeft, maar Broes heeft me dat een keer van de week gezegd. Dat het te maken heeft met de plaatselijke GGD die daar... Want er ging bij Feyenoord ook het gerucht afgelopen weekend dat er twee jongens niet bij waren. Nou ja, dan ga je de lijst bekijken en dan denk je al snel... Ja? Geertruiden? Burger? Nee, Burger is vuur, toch, nu? Of was dat daarvoor? Nee, daarvoor dat nog. Was nog voor voor de deadline. Ja, maar zo is het. Kijk, dat is het gekke. Iedereen gaat natuurlijk die selecties erbij pakken en kijken. Soms wordt het natuurlijk besproken. Zeg maar, in het buitenland wordt gezegd, oké, die is positief getest. Ja. Hè? Mané heeft het bij Liverpool gehad. Nee, Onana dus niet, hè? Nee, ja, dat was eerst gezegd van wel. Door maar Onana heeft zelf... Ja, die heeft zelf naar buiten gebracht dat het negatief was. Ja, Burger en Geertruiden, dus wat allebei. Maar iedere club had ook besmetting. Ook positief zijn bij Ajax dan. Dat hoorde ik. Ja. Nou ja, bedoel, je gaat gewoon kijken wie er niet op de wedstrijdformulier staat natuurlijk. Overigens, Ajax wilde niet dat bepaalde spelers zouden afreizen naar Afrika. Voor Mazraoui gaat toch? Mazraoui gaat dus toch. En ik heb ook even geïnformeerd hoe dat dan precies is. Clubs kunnen zoveel willen. Als bonden ze opeisen, hebben ze helemaal niks te zeggen. Dus, maar het is toch...
En we hebben ervoor bonus, oké. Maar het is toch gek dat niemand mag reizen? Alleen omdat dan Nationaal Elftal, wat eigenlijk excuus daarvoor totaal onbelangrijk is op dit moment. Laat dan zorgen dat de competities in ieder geval doorgaan. Want dan wordt de economie in de eigen landen bevorderd. Dat is toch veel belangrijker dan Nederland zelf. Ik denk dat niemand in Nederland dat en prima in Mexico... Ja. Ik had ook zonder. Ik had heel goed zonder gekund. Ja, ja, maar daarom. Ja, dat is één meneer. Paris en dat is gedaan, denk ik de financiële man bij de KNVB, toch? De commerciële man, die heeft ooit die deal waarschijnlijk gesloten. Decosso. Ja, meneer Decosso, die wedstrijd moet dan wel vanuit televisiegeld of vanuit Nike, die moet gewoon gespeeld worden. Dat staat ergens. En als die niet gespeeld wordt, dan krijgt de KNVB dat geld niet. En dan, is Mexico ook Nike? Dat denk ik wel, ja. Dat zou wel Nike-wedstrijd zijn dan, ja. Maar goed, ook de WK-kwalificatie, dat kunnen we toch ook even naar achter schuiven nu? Ja, maar je kan niet alles naar achter blijven schuiven op een gegeven moment. Kijk, we hebben nu op dit moment is het belangrijkste dat ieder land voor zichzelf ervoor zorgt dat alles normaal verder loopt. Competities, ja. Economisch, dat we weer allemaal op. Ja, wacht even. Allemaal op het rechte pad komen. Nou, en volgend jaar in de zomer hebben we eerst maar het EK wat we had uitgesteld hebben. Zo. Dan zou je zelfs nog kunnen zeggen: oké, de jongens die in eigen land zijn, die kunnen wel trainen bij de KNVB en de rest mag niet reizen. Niemand mag reizen. Maar nu hebben we dan de WK-kwalificatie, die misschien zelfs vanaf februari zou kunnen spelen. Maar dan beperk je toch ook reizen mee en contacten mee in het buitenland. Wacht even, dat niemand mag reizen. Ondertussen gaan er gewoon nog vliegtuigen vol zonder voetballers, maar gewoon met vakantiegangers naar Italië. En vol? Nou ja, die gaan wel. Ze zouden vol kunnen. Ik snap het tot de dag daar van vandaag niet. Daar snap ik echt helemaal niks van. Weet je, er wordt tegen mij in de gezegd, camera moeten doen. Ja, dat hebben we geprobeerd. Er wordt tegen mij gezegd, werk zoveel mogelijk thuis. En dat vind ik prima. Ik woon in Amsterdam, ik werk in Den Haag. Dus eigenlijk reis ik heen en weer tussen twee hotspots. Dat is ook veel te ver. Ja, ook dat. Zo'n helikopter, dat zou ideaal zijn. Maar Schiphol, wat er precies tussenin ligt, waar ik elke dag langs reis, dat is dan weer geen probleem. Ja, ik snap het niet. Ik wel, het gaat alleen om geld. Precies. Dat snap je ook wel. Nee, natuurlijk gaat het alleen maar om geld. Ja. Maar waarom dan Japan? Er wordt nu ook in de chat gehoord. Japan tegen Kameroen, een oefenwedstrijd in de Galgenwaard vandaag wordt afgewerkt. Ja, maar het mooiste nog, in Nederland, terwijl wij overal rood staan. Ja. Ja, dat zij dat willen, dat is het grote... Grote raadsel. Maar goed, ik vind die wel heel interessant. Worden natuurlijk permanent getest. Dus weet je, het is voor hun nog een relatief klein risico. En ze hebben goede medische begeleiding. Ja, en ze zijn jong en in goede conditie. Dus zij zijn de risicogroep niet. Maar ik zou me eerlijk gezegd... ik bedoel dat er nu 26 Japanners naar de Galgenwaard komen. Ja. Midden in een van de steden met heel veel besmettingen. En daarna weer over de hele wereld uitvliegen. Japan Kameroen onder leiding voor mij van Bas Nijhuis. Kijk. Nou, het is toch jammer dat je daar niet bij had kunnen zijn. Dat had ik wel willen zien hoor. Om een vrijdagmiddag. Ja, dit is vast op Fox 24 of zo wordt het wel uitgezonden. Ja, ja. Ja. Overigens, we hadden het net over media bij Ajax en dat soort dingen. Ik denk dat de KNVB ook wel even terugkijkt op de afgelopen periode. Hoe dingen gecommuniceerd hadden kunnen worden. We hebben natuurlijk de stelling van de bondscoach waar we van links naar rechts gingen. We hadden de eerste wedstrijd van het seizoen. AZ Utrecht die opeens werd uitgesteld. We hebben het Easy Toys verhaal helemaal gehad. Ik wil niet zeggen, ik wil je nou niet naar voren schuiven als... Hey, Alex Lussman, huur Alex Lussman in mijn BKB. Maar ja, jullie houden je wel bezig met hoe zeg maar, bedrijven zich moeten positioneren... en hoe ze goed moeten communiceren. Denk jij nooit... Ik kan nog wel dingen toevoegen aan het lijstje van de KNVB. Nee, want ik ben niet alleen BKB. Ik ben ook DRC, een voetbalclub in Amsterdam-Noord. En daar, als je ziet hoe daar met ons gecommuniceerd wordt, dat is afschuwelijk. Niet? Nee, nou ja, er wordt wel gecommuniceerd in lange e-mails met wat de maatregelen zijn. Maar niemand snapt die maatregelen ook. En dan hebben ze een speciaal coronanummer dat je kan bellen als je een wedstrijd wil uitstellen. Dus ik had voor een paar weken geleden met mijn team dat ik 3 besmettingen had rondom mijn team van de ouders. En dan bel ik dat nummer en dan is de reactie van... maar hoezo bel je dit nummer? Ja, regel het even onderling met Ouderkerk. Nee, maar daar gaat natuurlijk heel veel mis bij de KNVB. Ja. En dat is ook... Hebben jullie gespeeld of niet? Heb je het uitgesteld? Nee, ik heb het uitgesteld in onderling overleg. Nee, maar daar gaat heel veel mis. Ja. Nee, maar... Als klein menselijk leed van een club... Ik krijg net een appje binnen van onze wedstrijdsecretaris dat... de gemeente Amsterdam bezuinigt iedereen weg. Dus ook de terreinbeheerder van ons sportpark. Oh. En we hebben nu een robotmaaier. Wat? Oh, zo die heeft een eigen basisstation. Die heeft er ook kunstgras. En die gaat. Nee, we hebben ook echt gras nog.
En die gaat dan het veld kot gaan. Maar wat we wel moeten doen, we moeten wel de lijnen trekken. Dus we hebben een hele aardige man die op vrijdag altijd de lijnen trekt voor, en je voelt hem al aankomen, voor de wedstrijden van zaterdag. Maar die is nu in botsing gekomen met de robot. De robot is voor... Die man zat gewoon... Maar die man loopt dan met zijn oortjes of zo gewoon die lijnen trekken. Nee, maar die trekt die lijnen in die robot. Ik heb hier een filmpje van op mijn telefoon. De robot is een soort van Ferrari. Echt een heel laag groen ding, ook gecamoufleerd. Bruce, we moeten even dat filmpje... En die gaat dus gewoon dat veld over. En de lijnen trekken. Die is gewoon braaf de lijn aantrekken. En op een gegeven moment komt dus ergens... Maar ik zag jou ook. Er kwam een foto online. Jij was ook bezig, toch? Ja, ik vervang net ook. Ik ben voorzitter en materiaalman en trainer. Okay. Dat is een groot probleem. Echt een groot probleem bij heel veel amateurclubs. Ja. Een aantal vrijwilligers. Dat is gewoon niet te doen. Maar dat wil ik wel. Weet je, zo'n automaat. Een vriend van mij heeft ook zo'n achtertuin. Maar die had ook zo'n voetbaldoel staan. Maar je moet wel oppassen. Hè? Dus ja, alles moet omhoog. Nee, ja, want op het moment. Ja, dan pakt hij gewoon hopeloos. Dat net. En dan gaat hij door het net snijden, zeg maar. Nee, maar dat is. Weet je, wij zijn een open sportpark. En dan komen op woensdagmiddag komen allemaal jongens en meisjes. Die komen gewoon voetballen daar. Dus die trekken doels op het veld. En die laten ze staan. En op woensdagavond gaat het helemaal mis. Want dan knalt de robot tegen het doel op. We waren van bezuinigen, zijn we nu bij een robot. Ja, heel goed, bij DRC. Hey, maar het heeft wel met elkaar te maken. Dit is het bezuinigen op vitale functies in de maatschappij, volgens mij. Al op die manier. Ik had niet gedacht dat je dit bruggetje rond zou maken. Maar nee, maar dit bruggetje kan ik echt heel makkelijk maken. Echt heel makkelijk. Ja, dat klopt. Het zijn cruciale voorzieningen in een dorp of in een stad. Zo'n voetbalvereniging is een hele speelt echt een hele cruciale rol in een gemeenschap. Hmm. Stond zo'n lijnentrekker of zo? Dan stond hij op de loonlijst van de gemeente of zo? Of nee, was dat gesubsidieerd werk? Of wij huren die velden van de gemeente en voor het grasveld moeten wij zelf de lijnen verzorgen. Dus daar hebben we een vrijwilliger die dat op vrijdag... Ja, maar je had het over iemand die wegbezuinigd was. Nee, dat is dan de terreinbeheerder. Oh, de terreinbeheerder, ja. Voorheen hadden we gewoon een terreinbeheerder die met zijn maaier komt en die maait het gras. En nu hebben ze een robot er neergezet. Met alle tragische gevolgen. Ja, met alle tragische gevolgen. Overigens vraagt iemand aan jou, Sil Veldman. Die wil weten, kan de regering dit jaar weer het professionele voetbal helemaal platleggen? Dan is het toch dat het kan, is logisch. Maar kunnen ze het ook financieel? Want dan gaan er heel veel clubs aan onderdoor. Ik zit even te... Ja, dat... Ja, wat ze hebben vorig jaar gezegd, hè, betaald voetbal gaat... Hè, er wordt niet meer gevoetbald. Maar stel, ze doen het nu. Het seizoen 2020-2021 wordt gestopt totdat we een vaccin hebben of totdat... Ja. Ik denk dat het kan. Ja, en ik denk ook dat je nog... Kijk... Tot nu toe heeft de regering wel geprobeerd om bedrijven die gedupeerd zijn te helpen. En dat blijven ze ook wel doen. Ja, maar die pot raakt de ene wat meer. Van welke pot? De staatsschuld. Ja, nee, maar serieus. Ik bedoel, wat dan? Het is, maar bedoel, het is ook niet gek, hè? Weet je, bedoel, het is niet alsof er iets structureels kapot is of zo aan de samenleving. Je hebt gewoon een hele acute pandemie. Zeker. En ik denk dat je meer schade doet als je nu bedrijven, ZZP'ers, maar ook culturele instellingen, ook sportverenigingen, als je die kapot laat gaan. Dan denk ik dat je op lange termijn een stuk meer last hebt in de samenleving van wat je allemaal bent kwijtgeraakt. Dan wanneer je nu, ik geloof dat de teller op 80 miljard staat of zo, wat er ondertussen extra geïnvesteerd is. Onder andere dus ervoor te zorgen dat mensen niet ontslagen worden. Ja, dat is een hoop geld. Maar dat geld ben je ook kwijt aan WW of bijstand of maar allerlei andere dingen als mensen. Je geeft mij nu de hoop dat jij zegt, als dit weg gaat gebeuren, als dit ook zo blijft, dat ook de economie en ook de clubs die hierin blijven hangen, dat ook de staatsschuld verhoogt, dat men probeert alles te redden. Nou ja, kijk, ik zit niet in de regering. Nou, maar daar ga je wel vanuit. Je ziet nu al wel, en dat vind ik wel zorgelijk, dat zeg maar, een hoop van die steunmaatregelen, die werden tot de zomer al een beetje teruggedraaid. Ook omdat iedereen dacht van, hey, de besmettingen lopen terug, het gaat de goede kant op. Dan kunnen we mensen wel iets minder loon doorbetalen, want ze kunnen binnenkort weer aan de slag. Ik vond het een slecht idee, maar dat was het idee erachter. Maar wat je nu ziet, ik denk, maar goed, dat is wel echt koffiedik kijken, dat een paar regelingen weer helemaal opengezet gaan worden voor de komende maanden. Omdat mensen gewoon echt niet anders kunnen. Weet je, of je nou in theater werkt of in de sportwereld of zo. Ik ben voor mijn werk vrij veel bezig met poppodia. Als je ziet wat daar voor een geld verloren wordt. Dat zijn gesubsidieerde instellingen. Dus dat gaat niet over de miljoenen waar het bij professioneel voetbalclubs over gaat. Maar ik geloof dat, was 013 of zo. Die zeiden dat als ze gewoon zouden programmeren en ze zouden voor 30 of 50 man opengaan. Dan verliezen zij €50.000 per avond. En ja, dat is een organisatie met 20 man in dienst. Dus €50.000 per avond. Ja, dat houdt een keer op. Maar dus je gaat ervan uit dat het ondersteund wordt?
Ja, ik ga ervan uit dat er een mate van ondersteuning blijft. Ik durf niet mijn hand ervoor in het vuur te steken. Hoe breed en voor wie allemaal en hoeveel procent. En dan, maar volgens mij... En dan kom je terug bij die bonusregeling. Ja, dus, precies. Weet je, als het betaald voetbal en de KNVB slim is, dan komt er ook een geste van hun kant. Dat ze zeggen, ja nee, natuurlijk willen we niet volledige compensatie. Weet je, we gaan in overleg met de clubs kijken hoe we allemaal wat bij kunnen leggen. Maar op het moment dat het voetbal zijn poot stijf houdt en zegt van nee, wij moeten volledig gecompenseerd worden en we gaan onze bonus niet inleveren, ja, dan heb je echt een probleem volgens mij. Ja, dan maak je het ook wel heel erg. Dan geef je je tegenstander een stok om jou mee te slaan, ja, zeg precies. Maar. Ja. Nou, het is natuurlijk het gekke, want. Die mensen in het bestuur bij de voetbal zijn niet zo dom hoor. Dus laten ze daar maar vanuit gaan. Wat niet zo dom of wel zo het dom? Is, nee, maar Simon, ik wil ze ook niet typeren als dom. Het zijn wel enorme opportunisten. Want het probleem is natuurlijk... Juist als je opportunistisch bent... Nee, maar ik bedoel dus dat je nu echt voor de korte termijn kijkt. Ja, oké. Dus bijvoorbeeld, iedereen snapt dat je bijvoorbeeld een kleinere selectie moet hebben en dat soort dingen. Maar het liefst, het is niet dat zij naar de toekomst denken van... Dit is ons uitgangspunt voor de komende 5 jaar. Hè. We gaan de selecties kleiner maken en we vullen het aan met jeugd. Want als we met jeugd aanvullen, kunnen we eigen waarde creëren. Want dan kunnen die jongens krijgen meer kansen, kunnen we uiteindelijk worden beter. Maar dat doen ze toch nu? Ik denk oprecht niet dat clubs zo denken. Jawel, 100%. Ja, nu, voor de korte termijn. PSV niet, volgens mij. Ja. Daar hadden we het net over. PSV doet het niet. Ja, PSV doet het niet. PSV heeft volgens mij minstens 3 toptalenten uit eigen huis. Ja? En Malen, zelfs nu Gakpo, met Malen er nog bij. Dus ze hebben, Malen denken komt uit de Ajax-opleiding, ja. Wie kwam het aan? Oh, wacht even. Ja, heb je lekker gedaan dan? Probeer Malen nu even bij een jeugdopleiding. Het was echt veel leuker geweest als jij van PSV was geweest. Dan hadden we het echt leuk gehad. Ja. Want het onderwerp is veel PSV vandaag. Bij de afgelopen jaren ook een stuk leuker geweest als ik voor PSV was geweest. Nee, maar terugkom daarop. Nee, ik ben niet met je eens. Jawel, clubs denken op dit moment primair aan kleinere selecties, aanvulling, jeugdspelers. En ik zeg niet dat ze dat denken, over 5 jaar gaan we ook nog zo door. Nee. Maar dat is ook een suggestie waar je in de toekomst wil kijken, wat nog niemand kan. Zover denken de meeste clubs niet. Maar zover denken ze ook niet de goede tijden. Daar heb je echt speciale clubs voor, zoals bijvoorbeeld Atalanta Bergamo of AZ, die dat wel gedaan hebben in het verleden. Maar zover denken niet veel clubs. Nee, ook omdat ze niet weten hoe volgend jaar bij de meeste clubs eruit zien. En wie er in het bestuur of wie de trainer of welke speler er is. Denk je dat het voor clubs als AZ nu een voordeel zou kunnen zijn? Zeg maar? Dat je jongens als Koopmeiners, Wijndal, die grote talenten die daar rondlopen, misschien nog makkelijker even binnenboord houdt een jaartje. Omdat die transfermarkt wat minder oververhit is. Maar is dat een voordeel? Ja, dat is waar. Als je verdiend model is om daar 30 miljoen op te pakken, dan... Ja. Ik denk dat AZ een van de clubs is die aardig onder de corona leidt nu met verkoop. Want ik denk ook een Koopmeiners en misschien zelfs ook een Stengs en Boadu zijn potentiële verkoopobjecten geweest als deze crisis niet was geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Zeker. Overigens in de Premier League, dat maakt Sky Sports nu net bekend. Wedstrijden verkopen uit... dat zo de clubs te kunnen compenseren dat er geen publiek in is. Pay-per-view. Oh, ze gaan pay-per-view doen. En dan in Engeland of in het buitenland? Nee, in Engeland. Ja, ik weet niet. Wij kijken de Premier League natuurlijk door Ziggo Sport. Dat is natuurlijk iets wat Engeland als groot voordeel heeft. In Azië wordt de Premier League gekeken. En de Eredivisie kijkt bijna niemand in Azië. En is pay-per-view een veel geaccepteerde model van sport kijken. Dat heb je natuurlijk hier ook bijna niet. Ik bedoel, alles wat in het buitenland pay-per-view is, zien wij op Fox of Ziggo. Ziggo, ja. Nou goed, dat is natuurlijk het grote verschil met de competitie uit Engeland. Daarom zijn ook de bedragen daar veel hoger. En daarom gebeuren er heel veel meer dingen op financieel gebied. Omdat gewoon ook wereldwijd de competitie zelf door de Bundesliga wordt bekeken. En ja, daar hebben we maar pech dat onze competitie niet groot genoeg is daarvoor. Maar, want jij bent fan van Ajax, jij van Feyenoord, Simon van Mooi Voetbal. Heb je er £15 voor over per wedstrijd om dat te gaan kijken? Ja, zeker. Thuis, hè? Ja, zeker. Maar per wedstrijd? Ja, per wedstrijd. Nee, maar het enige, kijk, daarom kon ik ook geen antwoord geven. Dat gaat goed met BKB. Kijk, nee, maar wij hebben per wedstrijd. Jij de helft van je slaagsleven in. Simon kan spelers niet wegbrengen. Maar hij levert standaard helft in. Alle mensen in de crisis. Maar wacht nou eventjes, voor je doorgaat. Help ons met de crisis. Ik werd net gevraagd van wat moet ik kijken vanavond. Ik kijk niks anders dan voetbal bij me thuis. Ik heb twee gasten van, hoe oud zijn ze, 12 en 13. Die kijken of ze kijken naar voetbal, of ze zitten beneden. Echt net zoals jij, net toen ik hier binnenkwam...
keihard te gillen en ruzie te maken bij FIFA 21. Echt, dat vind ik ook echt zo absurd. Je hebt al FIFA 21? Ja, zeker. Vanaf 6 oktober. En in de pre-order vanaf 1 oktober was ik dat. Mijn laatste FIFA die ik serieus gespeeld was mijn FIFA 14. Dat is niet waar. Je hebt vorige week gespeeld. Spelen jouw kinderen niet? Zeker wel. Ja. Normaal neemt hij ze zo mee. En we dachten, nou, is mooi. Komt Fabio hier, kan hij lekker FIFA 21 spelen. Maar ja, volgens mij, als ik het goed heb... Zit hij thuis te spelen. Maar houdt hij zich in? Bij mij is er echt al gewoon een televisietoestel gesneuveld. Hè? Ja, maar... Die heeft hij gewoon kapot geschopt. Nou, laat ik één ding vooropstellen. Ik denk niet dat dat in huis het Jommer gebeurt. Nee, ja, bij mij wel. Dat is echt verschrikkelijk. Hoe ga je daarmee om dan? Ja, die houden alleen van mooi voetbal daar. Ik heb geen idee. Kijk, die jongste van mij, die viel op zijn vijfde. Viel die al flauw als hij een tegendoelpunt kreeg bij de minis. Weet je, met zulke kleine doeltjes. 4-4. Dan kreeg hij een tegendoelpunt. Dan ging hij zo staan. Hield hij zijn adem in. Werd hij grauw en viel hij gewoon om. Die haat verliezen. Dus als hij verliest, gaat alles kapot. Als je kijkt van zo'n vereniging, wel een goede opvoeding krijgen. Nee, ik doe niks, hè? Nee, dat is precies het punt, Alex. Ja, maar als je kind omvalt, als fijn. Ga je kind eens opvoeden. Jij laat je kind gewoon liggen. Ja, jouw schuld. Nee, ik heb de opvoeding uit handen gegeven. Oh, Oké. Ja, heel goed. Maar goed. Waar waren we eigenlijk? Ja, nou, bij FIFA 21 en bij dat... als jij. Maar vanavond is dat... Zeg ik maar ook. Nee, daar waren pay-per-view, dat was juist. Het. Juist. Ja. Eindhoven Excelsior is vanavond. Kijk, betaal je daarvoor? €15. Stel, je kan het niet kijken. Nee, want kijk, dan ga ik natuurlijk zoeken wat er nog meer is. En is het vast wel een Engelse wedstrijd. Daar zou ik dan voor betalen. Nee, want het is interlandvoetbal nu. Maar je betaalt toch, bedoel, voor €25 zit je in het stadion. Je extra betaalt. Ja. Nee, maar of je dan vanavond voor Eindhoven Excelsior betaalt, dat weet ik niet. Maar even terugkomen op het feit, want je schetst de situatie dat ik €15 per wedstrijd moet betalen. Ja. Nou ja, dan kies je eigenlijk de topwedstrijd uit, toch? Ja, die je echt wil zien. Ja, en het wordt en dat de topwedstrijd en 15. En Eindhoven Excelsior wordt dan 3,99. Ja, maar je kan ook de Nationaal gaan kijken. Aftrap 8:00 in Frankrijk vanavond. Of Portugal onder 21 tegen Noorwegen onder 21 om 8:30. Maar ik denk dat waar ik terug wil komen, ik denk dat veel meer mensen bijvoorbeeld €20 zouden betalen en dan bijvoorbeeld 5 setwedstrijden waar ze heen en weer kunnen switchen, toch? Schakel. Ja, zeker. Ja. Nee, niet waar zelf geschakeld wordt, waar je zelf kan schakelen. Ja, niet dat iemand bepaalt waar je heen gaat. Ja. Denk je niet? Ja, ik weet niet. Doe jij dan moeten wel. Ik vind het, als een wedstrijd saai wordt, dan schakel ik graag snel weg. Ja, ja oké. Maar ik hou niet van zo'n schakelprogramma waarbij ik mij ook doelpunt... Ik moet zelf kunnen schakelen. Nee, ja. Niet zo'n red zone, zoals bij NFL. Nee. Nee, want dan weet je dat er een doelpunt komt of iets anders. Nee, dat hoef ik niet. Ja, precies. Maar ik zelf dat je kan schakelen. Ja, kut, gaan we weer. Ja, achter. Maar goed, terugkomen op het feit, dat is leuk voor de Premier, maar dat gaat bij ons niet functioneren. Jij opende deze show. Ja. Wat met nieuws van de dag. Ik dacht dat mocht. Ik had onwijs mooi nieuws van de dag. Laat het even door. Ja. Frits, wat is jouw nieuws? Het is een beetje uit Alex. Wat is jouw nieuws van de dag? Nou, het nieuws van de week. Dat was de terugkeer van Moulenga. Die heb ik ook al bij jullie in de daily gehoord. Zeker, ja. Maar voor wie het niet weet, ik ben zelf in Zambia geboren en opgegroeid. En iedere Zambiaanse speler in de Nederlandse competitie, of dat nou Bwalya Kalusha is of Jacob Moulenga, werd natuurlijk met veel gejuich in Huize Klusman ontvangen. Kalusha is nog bondscoach geworden, of? Ja. Ja, en die is spelerbondscoach geweest. Hè. Die was niet bij die verschrikkelijke ramp dat het hele Zambiaanse elftal overleed. Omdat hij toen vanuit België naar Gabon reisde. En die is toen jaren later, als bondscoach, heeft zichzelf ingewisseld in de 88e minuut. En toen heeft hij de beslissende penalty gescoord, waardoor ze naar de Afrika Cup gingen. Die ze vervolgens ook 13 jaar later. Die ze vervolgens 13 jaar later op een steenworp afstand waar het vliegtuig is neergestort hebben gewonnen. Wauw. Ja. Maar ja, het nieuws van de dag, Moulenga. Ik vind het te gek dat hij weer terug is in Nederland. Ik ben een jaar of 6 geleden denk ik met mijn gezin naar Zambia gegaan op vakantie. Om mijn zoons mijn geboortedorp te laten zien. En daar kwamen we bij echt stom toeval Moulenga tegen. Ze waren in mijn geboortedorp Kitwe in het noorden van Zambia. En ik stond op een marktje met de jongens Zambia-shirts te kopen. En toen raakte ik in gesprek met die verkoper en die zei, waar kom je vandaan? Ik zei, ja, ik ben hier geboren. Ja, en nu dan? Ja, ik woon in Nederland. Oh, maar Moulenga, die speelt in Nederland. Ik zei, ja, die speelt bij Utrecht, dat weet ik. Oh, maar wacht even. Dus hij riep meteen iemand bij zich om zijn steentje te beheren en nam ons mee, kruip door, sluip door allemaal steegjes. En ineens stonden we in de winkel van de moeder van Jacob Moulenga. Nee. Dus wij werden voorgesteld, ja, dit is mensen uit Nederland en dit is de moeder van Moulenga. Dus daar stonden we ineens. Dus toen raakten we in gesprek met die moeder. En toen zei mijn zoontje van 5, die zei, oh, maar Moulenga, die is geblesseerd, toch? Die is in de wedstrijd tegen Twente uitgevallen, dijbeenblessure. Dus die moeder die staat hem aan te kijken van, hoe weet dit gastje van 5 dit? Dus die pakt meteen de telefoon en die belt Moulenga op, die toevallig in Zambia was, omdat hij geblesseerd was. Dus die zegt aan de telefoon, er staan hier 5 witte mensen in de winkel, 4 witte mensen in de winkel. En die weten alles van jou.
Dus vervolgens, welk hotel zitten jullie? En toen s'avonds laat ineens stond er een hele zenuwachtige hoteleigenaar voor de deur bij ons. Die zei, oh, de striker of the Zambian national team is hier, Jacob Moulenga. Dus toen was Moulenga naar ons toegekomen om ons te ontmoeten. Toen vervolgens hebben die jongens van mij nog een uur met hem staan voetballen op het veld voor het hotel. En sindsdien hou ik een beetje contact met hem. Dus ik had hem meteen gemaild van, te gek, je bent terug in Nederland. Dus dat was voor mij het nieuws van de dag. Ja, dus op weg naar 36, hè? Ja. Mijn nieuws van de dag is dat Jacob Moulenga naar je toe komt in een hotel en je opzoekt. Dat vind ik zo leuk. Ja dit is een geweldig karakter. Het is een goed verhaal, dit. Ja, dat is gek. Dat was echt fantastisch. Ja. Dus sindsdien zijn wij Moulenga, grote Moulenga-fans. Wij hadden het hier ook van de week over hoe leuk is dat. Dat hij nu terugkeert. We hadden natuurlijk aan het begin van de voorbereiding met Douglas, dat hij meetrainde bij Goat Eagles. Die is inmiddels... Dat vind je ook leuk? Nou, hij terug is. Nee, ja, ik vond het wel leuk dat Goat Eagles hem de kans biedt om zeg maar zijn rentree te maken op de Nederlands veld. Hij is inmiddels naar Duitsland gegaan, tweede Bundesliga, toch? Ja. Würzburger, Kickers? Kickers, ja. Ja. Maar Jacob Moulenga, onze stagiair Wessel was, denk een maand geleden of zo, daarheen gegaan voor zo'n training. En dan stond hij daar voor de camera en dan onderen die vol enthousiasme over praten. En dan duurt het nog een tijdje. Dan moeten ze gaan kijken hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Ja, want hij zei dat hij naar Praag ging. Ik had hem een maand geleden stuurde ik een mailtje van, hey, gefeliciteerd, terug in Nederland. We komen naar Deventer toe. Zei hij, ja, nee, I'm going to a club in Prague. Oh joh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Nee, maar ik vind het echt heel leuk. Ja, ik vind het ook heel mooi. En dat clipje is heel mooi, dat Go Ahead heeft gemaakt. Fantastisch. Heb je het gezien of niet? Op social media? Nee. Nou, er was dus... Er gooide iemand op Twitter of op Instagram. Dit moet nou eigenlijk op het scherm komen. Wat? Ja, dat clipje nu. Ja, maar Bruce zit te niksen. Bruce is net voetbalmanager aan het afsluiten. Nee. twee man in de regie. Dus kijk of in de regie dat... Dan kan ik hem zien. Dan hoef je dat is echt heel leuk, want ik kan het wel een beetje gaan inleiden. Dat was toen Jacob Moulenga mee begon te trainen, dat mensen zeiden, ja, dan komt hij, mensen uit het bejaardentehuis, weet je, 36, moeten we dat nog wel doen? Uiteindelijk hebben ze een contract met hem gefixt. En kijk. Ben benieuwd. Mag je eigenlijk helemaal niet binnen moeten, hè? Corona tijd. Volgende mogelijkheid voor Utrecht zich aan. Die van Moulenga, het is 4-3. Komt net zo gemakkelijk als Ajax. Scoort, incasseert het goals bij Bosjes vanmiddag. Moulenga, Moulenga de goal. 2-0 voor Oluyor. Schade met Emir Spoor. Oh, schoon golmen. Heel erg, schoon golmen. 开场之后12分钟，主场作战的永昌是先下一城布伦家。I'm sorry, but I'm not done yet. I get so. Sowieso een goed social media team. Auto Rutgers, ja, dat weet grote ik. Man daar. Ik ken niemand ervan persoonlijk, maar het is toch fantastisch. Ja, dit is super grappig. Echt, top. Dus als ik goed zeg, Wouter Rutgers. Zelfspot. Ja, maar heel goed. Dat vind ik fijn. Dat is goed gedaan. Nee, dat is inderdaad jouw nieuws van de week. We hadden naar Quint, hè? Ja, jij zegt, ik heb een mooie anekdote. Want jullie hebben dus ooit samengewerkt. Ja. Oh, dat was net ook al een leuk verhaal, toch? Zeker. Ja, nee, maar dit is een mooi verhaal, omdat Peter natuurlijk Dordrecht of Feyenoord supporter is. En Peter en ik hebben ooit samen... In 2015 was dat, Peter, denk ik, Michael van Praag mogen helpen bij zijn campagne om voorzitter van de FIFA te worden. Wat overigens ook eclatant succes. Ja, op een bizarre manier geëindigd is, maar daarover later misschien meer. Zeker. Maar het mooie eraan was dat wij gevraagd werden om ook om een deel van de speeches van Michael te schrijven. Dus wij mochten zijn speech schrijven die hij in het Olympisch Stadion hield om bekend te maken dat hij kandidaat stond en dat hij Blatter ging uitdagen. Maar vervolgens kreeg Peter de eervolle taak om ook de vervolgspeeches te schrijven. Dus een speech als hij naar Centraal-Afrikaanse Confederatie. Dit was het Centrale Congres, volgens mij. En het Centrale Congres, ja, maar ik heb ze even allemaal opgezocht en ik had er eentje, ik had er eentje gevonden. Voor die jij had geschreven voor de CONCAF. Je hebt hem ook echt gewoon bij je op je telefoon. Zeker heb ik hem. Ik zal niet alles voorlezen, maar ik wil wel. En dit is de Nederlandse versie. Die gingen vervolgens vertalen in het Engels.
Dit zijn dus woorden van, die komen gewoon uit de pen van Peter Quint, hè? Voetbalvrienden. Ik dank u voor de uitnodiging om hier te zijn. Als ik aan Afrikaans voetbal denk, denk ik aan Finidi George, aan Nwankwo Kanu. Twee elegante steunpilaren van het Ajax van de jaren 90. Dat destijds onder mijn voorzitterschap de wereld veroverde met oogstrelend voetbal. Nou ja, en zo gaat het nog een tijdje door. En dat lukte Peter dus gewoon om als Feyenoorder... Knap zeg, als Feyenoorder. Als Feyenoorder dit soort fantastische zinnen over het oogstrelende voetbal van Ajax uit zijn pen te krijgen. Eén vinger in mijn keel en één vinger op het toetsenbord. Dat... ja, ongelooflijk. Het erge is, weet je, naast al die zinnen zijn er dus uitgehaald. Nee, dat is niet waar. Is dat niet zo? Ik dacht dat hij een deel dat allemaal geschrapt was. Niet. Komt het door deze speech dat hij het nooit is geworden? Nee, ja, kijk, ik had een tijdje geleden een gesprek met Willem Vissers, die een biografie over Michael aan het schrijven is. Ja. Wat overigens een biografie een opdracht van Michael is, hè, wat ik maar niet dat wist. Dus helemaal niks. Ik dacht dat het gewoon een journalistiek verhaal van Willem zou worden. Ja. Dus ik ging al met Willem dat gesprek in, dacht, dit wordt hem. En toen zei Willem, nee, Michael heeft me gevraagd. Dus dacht ik, oh jee. Maar, dat haalt het boek niet. Maar wat er op een gegeven moment gebeurt, op een gegeven moment is Michael teruggetreden en heeft gezegd, ik geef mijn steunbetuiging. Ja, dat is het verhaal naar buiten. Geef ik over aan Prins Ali. Ja. En dat is van Jordanië, toch? Wat was het? Ja. En dat is ook het verhaal dat Peter en ik kennen. Wij kennen de ins en outs daarvan niet. Kijk, wat er gebeurde. Ik mag dit toch wel vertellen, Peter. Wacht even, even seconde. We hebben een lijntje met Zeiss. Het is jouw bedrijf, Alex, niet mijne. We hebben een lijntje met Zeiss. Je mag dit verhalen. Ik vond het onwijs mooi om voor Michael te werken. Want met al zijn mitsen en maren en zijn rare tweets die de wereld instuurde. Overigens, in die tijd beheerden wij zijn Twitter-account. Dus dat ging toen ook heel goed. Want er werden geen rare tweets naar Twente-supporters gestuurd. Maar dat beheerden wij. En wij hadden echt mooie gesprekken met hem. En zijn acceptance speech heb ik geschreven nadat ik met hem in Huis ter Duin een gesprek had, terwijl hij daar tussen de repetities van de Bokito Big Band in zat. Want daar speelt hij in, hè? Ja, zeker. Bokito Big Band. En hij vertelde gewoon 100 uit. En die man kan onwijs goed vertellen. Dus ik maar schrijven. En vervolgens ging ik naar zijn huis in Aardenhout. Dus een speech zei ik, dit heb ik ervan gemaakt. En dan ging hij hem voordragen. En dan naar zijn vrouw kijken, doe ik het goed? Een beetje zo. Dus het was echt onwijs leuk werken met hem. En we hadden ook echt het idee dat het echt als een soort team werkte met elkaar. Totdat hij op een gegeven moment naar Nyon was gegaan. En daar overleg had gehad, volgens mij, met Figo, Platini, Prins Ali en hijzelf. En toen kwam hij terug en hij loopt ons kantoor binnen. En hij zegt van, ik treed terug. Hij zei, hoezo treed je terug? Ik had echt het gevoel dat hij kans maakte. Ja. En hij zei, ik heb met Prins Ali gesproken en die heeft me overtuigd. Die heeft zo'n stapel met steunbetuigingen van... Toch zo'n stapel met biljetten? Nee, ja. Dat zijn de steunbetuigingen. Ook wij moesten dat programma van Michael ook naar al die bondskantoren sturen. Ja, dat ging gewoon fysiek, gewoon programma en een envelop en dan maak je een paar vertalingen. Maar dan kwam je op een gegeven moment, dan zat je het bond adres... van Mauritanië was het, ja, Mauritius. Volgens mij, een land met een M. Ja. En dan zit je dus te googelen van wat is het adres van de voetbalbond. En is dan, dat lag dan aan de Sepp Blatterstraat of zo. Echt, en dan denk je, oh shit, we moeten nu het programma gaan opsturen naar de Sepp Blatterstraat. Van Mauritius ligt aan de Avenue de Sepp Blatter. Nee. Nou, dan weet je dus dat je redelijk kansloos bent om die stem binnen te krijgen. Maar ik heb wel Johan Cruijff ontmoet dankzij die campagne. Ja, toen was jij niet mee. Waar was dat dan? We hebben een filmpje opgenomen in Oost bij de meer. Ja, ik heb dat als Feyenoord en niet als Ajaxie. Dat is fantastisch, want hij wilde gewoon een kort filmpje van een minuut, zo'n endorsement. Maar Cruijff die hield zijn mond niet, zeg maar. Die bleef maar praten over hoe ze vroeger op vakantie gingen. En dat als hij dan een vriendinnetje had, dat hij dan bij Michael en zijn pa dan bleef slapen. Want dat mocht dan niet thuis. En hoe ze op vakantie gingen naar Frankrijk en zo. Die heeft volgens mij een uur lang alleen maar briljante anekdotes over hoe die Michael van Praag kende. En hoe heb je daar een minuut van gemaakt? We hebben hem daarna gevraagd om een minuut in te spreken. Wat goed. Maar als ik dit zo hoor, één op de andere dag, is het helemaal veranderd? Eén op de andere dag, volledig veranderd. En was Michael... Dat weet ik niet. En Michael was ervan overtuigd dat Prins Ali veel meer kans had dan hij. Maar wat zeg je gevoel? En er zijn heel veel dingen die door mijn hoofd spoken. Ja, maar... Maar wacht even, voor ik al die dingen die door mijn hoofd spoken ga vertellen... Vervolgens had hij dus besloten terug te treden... Ja. En toen in allerijl werd Prins Ali met prinses Haya, de zus van Prins Ali, een prachtig mooie vrouw die aan paardrijden doet, die werden ingevlogen naar het Hilton en daar werd in allerijl werd aan een persconferentie belegd. Om bekend te maken dat Michael zou terugtreden en zijn endorsement aan Prins Ali zou geven. De avond voordat
Moet ik even kijken. Hij maakt het 's middags denk ik bekend. Hij zou de volgende dag in het Hilton aangeven. Ik kom die avond kom ik aangereden bij mij thuis. En er staan er twee mannen met een enorme grote bos bloemen in hun hand voor de deur bij mij. Twee journalisten van de Volkskrant. Willem Veenstra en Mark Miseres. Ja. Ja, sorry dat we je thuis overvallen. Maar dit, dat, die had het hele verhaal. Van A tot Z, wat er zou gebeuren de volgende dag op de persconferentie. Of ik dat kon bevestigen, want ze wilden het de volgende ochtend brengen. Dus we hebben een uur lang stommetje gespeeld aan tafel bij mij thuis. Van, nee, ik weet niet, geen idee. Ja, maar wij weten dit, we weten dat. Echt een uur lang. Dus ik heb het niet bevestigd. Maar uiteindelijk hebben ze de volgende ochtend wel gebracht. Maar voor mij was dit, van wie hebben ze dit verhaal? Ja. En? En ja, dat weet ik ook niet. Maar het is net zoals toen ik bij de Partij van de Arbeid werkte vroeger. Het was altijd het lek komt heel vaak heel dicht bij de bron vandaan. Dus als er iets... Michael het misschien zelf heeft gelekt. Weet je, Jacques Wallagen was de grote meester in het lekken van dingen. Jacques Wallagen voor de jonge luisteraars. Ooit, Wikipedia, dat is heel lang geleden. Ja. Dat is heel lang geleden. Maar het gebeurt heel vaak bij de bron. Maar je denkt dat Michael zelf aan het Volkskrant heeft laten lekken? Dat zeg ik zou niet weten wie het anders heeft gedaan. Maar vervolgens kwamen prins Ali en prinses Haya... die kwamen naar Nederland, naar het Hilton. Hebben we met elkaar een soort van statement voorbereid. Heeft Michael dat op de persconferentie verteld. En iedereen blij. Vervolgens heeft die prins Ali een modderfiguur geslagen... op het FIFA-congres toen. Met een waardeloze speech. En amper bonden die hem steunden. Echt verschrikkelijk. Maar vervolgens kreeg ik wel een week na het FIFA-congres... een met vulpen geschreven brief van prinses Haya... Hè, met een koninklijk stempel op de envelop. Met Dear Alex and thank you for all the hard work... and you were a great team en weet ik veel wat allemaal. Zou ik het heel netjes zeggen? Kansloos verloren, maar toch bedankt voor je inzet. Los van dat het ook een hartstikke leuke opdracht is geweest voor BKB... en dat soort dingen. Maar voel je dan niet, hoe zeg je dat netjes, verkloot... Nou ja, op het moment dat hij dat vergaderhok bij ons binnenkwam en zei dat hij het terugtrok, dacht ik echt, what the fuck ga je nou doen? In welk land was dat gesprek met Figo Platini? Volgens mij was het in Zwitserland, in Nyon, bij het UEFA-hoofdkantoor. Jij weet hier iets meer van? Denk ik. Nee, ja, nee. Volgens mij ook. Volgens mij was het daar. Nee, maar op dat moment, weet je, ik voelde ik vooral kloten, omdat ik echt het gevoel had dat hij een kans maakte. Omdat hij in zijn... Weet je, Michael kan in al zijn rariteiten, durft hij ook wel dingen te zeggen en te doen. Dus hij had ook echt, ik vond echt dat hij goede verhalen hield. En hij had een goed programma waarmee hij FIFA-president wilde worden. En ik had echt het gevoel dat hij nu doorpakt. En dat bewees later. Weet je, het was wel het moment dat Blatter ook ten val ging. Blatter lag helemaal weet je, onder vuur. Als hij door was, hij was het geworden. Tijdens de campagne ongeveer uit het hotel geslagen. Denk je dat hij nooit onder vuur was komen liggen, Michael Vraag? Ja, natuurlijk ook. Ja. Je wordt geen baas van de FIFA als je nooit onder vuur zou kunnen worden. Een stuk minder erg dan Blatter. Ja, okay. Maar gaat er nu in het boek het echte verhaal komen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Gaat het nooit gebeuren? Nee. Maar het was wel te gek om te doen. Het was echt een hele toffe opdracht. Maar weet je wat, ik heb me toen altijd kapot geërgerd. Voor mij 400.000 euro van het amateurvoetbal ging in zijn campagne. Weet ik nog van de KNVB. Nee, het is nooit zoveel geweest. Nou, in ieder geval die begroting 380. Is toen uitgelegd. Nee, maar het was 380. Het waren vooral de reizen, toch? Maar dat ik dacht, al is het 10 euro gaan voor het amateurvoetbal. Ik dacht toen, als voetballer van LSVV 70 gaat Leiden... Hoezo? Amateurtak van Nederland moet meedoen dat hij de FIFA... Oké, dan wordt hij FIFA-president. En wat heb ik eraan als amateurvoetbal in Nederland? Komen terecht. Toch? Ja, tuurlijk. Ja, dat weet ik niet. En jij hebt die begroting samengesteld waarschijnlijk. Nee ook niet. Nee, we hebben er amper iets aan verdiend. wij zijn op geen reis mee geweest. We hebben je hebt wel een mooie bos bloemen van de Volkskrant gekregen. Ja, en een bos bloemen van de Volkskrant. En een handgeschreven brief van prinses Haya. Een bos bloemen van de Volkskrant. Ja, omdat zij vonden het niet netjes dat zij via mijn adres hadden achterhaald. En ze stonden gewoon voor mijn deur stonden. Overigens buitengewoon goede journalisten, die twee. Ik wil net zeggen, dit wilde ik ook zeggen. Hele goede journalisten. Willem Veenstra is echt een topjournalist. Allebei. En Mark Miseres ook trouwens. Ja, vind ik ook. Ik weet nog dat Willem Veenstra bracht ooit het nieuws. Was eerste of tweede uitzending ooit in 2015, dat was Afkikken TV, over die omkopingszaag van, hoe heet die, van Willem II ook weer? Kakbo. Ja. Willem Veenstra. Ja, ja. Dat weet ik nog geen nooit meer. En ze hebben ook de dopingskandaal van Rabo blootgelegd. Ja, ja. Nee, supergoeie journalisten. Ja. Goed, een klein bruggetje naar van corruptie. Nou, ik wil niet zeggen binnen de KNVB. Dat zou ik maar niet zeggen hier. Nee, maar de bondscoach, hoe hebben jullie, want we hebben het heel kort over Nederland-Mexico gehad. Heb je gekeken hoe je eruit? Ja, absoluut. Echt? Ja, ik heb gekeken, absoluut. Ik wou het ook zien ook. Ik vond, nou ja, wat mij vooral nieuwsgierig maakte, is toen ik las wie gaat spelen. Toen dacht ik van, wacht even, dit moet ik zien. Ja. Ik moet het nog even zien. Ik had het met Broes net over. Marten de Roon zei, we speelden met de punten achter, maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
Dat zag ik net. Ja, ik heb het nog niet kunnen zien. Was net voor de uitzending. Okay. Die heeft bij de NOS geroepen. Want Teun Koopmeijer speelde met de punten achter natuurlijk. Ja. Maar wat was niet de bedoeling dan? Dat ze met de punten achter gingen spelen. Ja, maar hoe hadden ze anders willen spelen dan met deze opstelling? Met twee zessen, met Wijnaldum ernaast. Dubbel zes. Ja, of met Van de Beek naast kan toch ook? Wijnaldum, ja, Van de Beek ook naar voren schuiven. Had ik gegund, maar had ik niet gedaan. Ja, het was sowieso, ja. Ik heb het teruggekeken en niet live gezien. Ik moest voetballen. Jij was er niet, maar wij moesten de eer verdedigen, Simon. Hoe ging dat, Niel? Ja, lang verhaal. Nee, gaan we het niet over hebben. Maar meer dat ik het gevoel had dan... het is ook heel lastig, hoor. Zo'n wedstrijd, hè, dat je mensen laat... Is gewoon... Ik weet niet, ik heb het al wat langer. We hadden natuurlijk de wedstrijd tegen Italië, wat gewoon een heel naar gevoel heeft opgeleverd, zeg maar, van dat je het gevoel hebt dat je er weer bij bent. Hè? Na vorig jaar met de Nations League, dat je gewoon mee kan doen. Tegen Italië werd er wel heel veel blootgelegd gelijk. En nu tegen Mexico, ja, het was een oefenwedstrijd om niks. Maar dat je niet het gevoel hebt de eerste, wat is het, uur, 75 minuten... In de grip te hebben. Ja. Maar ik vind wel dat je een beetje ver gaat. Ja, maar, ja, je gaat heel ver, trouwens. Ten eerste hebben we fantastische prestaties geleverd het laatste jaar. Ja, maar dat is precies wat ik zeg, hè? Nou, ja, en dat maakt er niet uit. Als je tegen Italië had ik helemaal geen slecht gevoel. De bondscoach was net weg. Ja, wij maar dat is geen precies het punt wat ik nu aangeef. Je denkt dat nu alles in kan en kreuken lopen omdat de bondscoach weg is. De hele kwaliteit van de spelers die op het veld staan nu nul is of minder is geworden. Dat denk ik absoluut niet. Maar ik denk wel dat er... dat en dan ben ik gewoon benieuwd de volgende wedstrijd. Nu gaan we om het echt, hè, tegen Bosnië en tegen Italië. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe... Wat de stempel wordt van Frank de Boer. Hè? Want nu zei iedereen, de stempel is gelijk van Frank de Boer. Ik las het artikel op VPro. Punten achter, hè? Andere accenten leggen en dat soort dingen. Ben ik benieuwd hoe dat zich uit tegen Bosnië en tegen Italië. Omdat ik bij Koeman op een gegeven moment... Hij gaat op volle oorlogsterkte met het team wat succesvol was beginnen tegen Bosnië. Ja, alleen Memphis geschorst, hè? Dus daar hadden ja, maar genoeg wel, ja. Die was wel belangrijk geweest. Maar, ben wel benieuwd wie daarvoor gaat spelen dan, van begin af aan trouwens. Roes zei... Ja, ik dacht Luc de Jong, maar dat in het verleden Rijn Babel wel eens daar heeft gestaan. Ja, dat was... Nou, bij Koeman was ja, Luc... Moet ik wel even zeggen. Rijn Babel en SP gaat totaal niet lekker. Ja, dit heeft helemaal geen niks met voetbalkwaliteit. Ja, maar terugkomt daar, bij Koeman was Luc ook niet begonnen in die wedstrijd. Laat hij ook een ander opbellen. Luc komt erin als het... Ja, dat is echt plan B, bedoel je? Nou, Luc de Jong is plan B, zeg maar. Een pinchhitter. Ja. De pinchhitter is diegene die ons dan door het... Nee, plan B is als je anders wil gaan voetballen, ook tijdens een wedstrijd als je begint. Dus als je Luc nou van begin af aan erin zet, wil je met lange ballen spelen, aanspeelpunt. Dus dan begin je plan B, bedoel je? Ja, dat doet hij niet. Nee. Okay. Dus hij houdt vast aan de strategie, dat neem ik aan. En dan gaan we gewoon winnen tegen Bosnië. Tegen Italië wordt weer een hele moeilijke wedstrijd, omdat Italië gewoon een heel goede tegenstander is. Nee, dat ben ik en omdat we andere grote naties weg hebben gespeeld. Laat ik het zo zeggen, onder betekent Koeman, dat niet altijd. Onder Koeman kwam het gevoel weer dat je weer ertoe deed, zeg maar. Nou, dat heb ik nog steeds. Alleen omdat je een slechte wedstrijd speelt tegen een top tegenstander. En nu tegen Mexico met een nou ja, veredelde tweede ploeg. Laten we daarop houden. Het zijn natuurlijk internationals. Ja. En een slechte wedstrijd hadden we ook onder Koeman kunnen spelen. Ik vind het wel ingewikkeld om een... Ik heb geen idee met welk plan de Boer naar deze wedstrijd inging. Want je hebt een paar hele ervaren namen. Je hebt een paar debutanten. Ja, er waren ook wel jongens die niet... fit waren, zeg maar. Ja. Die uit de wedstrijden kwamen. Voor mij, Frenkie heeft die gespaard. Ja, en je moet ook nog twee wedstrijden. Ja, dus je kunt ook voor kiezen. Voor het eerst, maar dat weet jij misschien beter, voor het eerst in tijden dat er drie interlands in een periode zijn gespeeld. Maar is toch altijd ik kan me dat niet herinneren. Nee, ik was ook verbaasd toen ik het nu eigenlijk meekreeg dat ja, zoals Matus dan zei, ja, we hebben drie wedstrijden. Maar hoezo hebben we dat op dit moment in drie wedstrijden? Nou, aan de andere kant is het nu helemaal ook door de situatie ontstaan. Ja. En nu komen er twee wedstrijden. Ik ben wel blij dat we een vriendschappelijke wedstrijd daarvoor hadden. Konden zich andere spelers ook laten zien. Zoals Teun, die kon een wedstrijd spelen. Ja. Die het absoluut niet slecht heeft gedaan. Nou, Berghuis heeft een lange speeltijd gehad. Die kon het ook laten zien. Wijndal, natuurlijk waanzinnig op die jonge leeftijd dat hij daar zijn debuut kon maken. Maar ik ben blij dat je zegt dat we ons in Nederland geen zorgen moeten maken op dit moment. Nee, maar goed, je moest ook niet denken dat we de EK konden winnen. Had dat niet gekund onder Koeman? Nou ja, maar dan had ook alles goed moeten vallen. Het is ook niet zo dat wij nu opeens de favoriet voor het EK waren. Nee, maar ik heb nog nooit favoriet. Maar ik had wel... Oké, dan mag je toch, als je niet de favoriet voor het EK bent, dan mag je toch tegen Italië verliezen? Ja, maar... Italië hoort toch altijd bij de favorieten? Maar, kijk, je kan verliezen en je kan verliezen. Ja. Weet je kan op... Het was wel pijnlijk hoe de verloren. Ja, het was een slechte dag. Ja, zeker. Maar ja, we hebben ook allemaal met corona te maken gehad, hoor. Ja, die spelers hebben toch ook allemaal problemen. Zij toch ook?
Ja, natuurlijk. Dat is veel minder erg geweest, ene, hè? Nee, ik zeg daarom, de ene heeft toch een andere voorbereiding nog dan de andere speler. En dat was gewoon een slechte wedstrijd. Maar jij hebt dus niet het gevoel, als voetbalkenner, jij bent de echte voetbalkenner hier aan tafel, dat er nu nou, een verschil heb ik, is? Daar heb ik op dit moment mijn twijfels over. Als ik wil wat voor speeches voorbereid worden voor de grote baas hier. Heb je niet het gevoel dat het sentiment en het gevoel rondom Oranje enorm is veranderd sinds Koeman heeft gezegd, Tabé, ik ben naar Barça? Ja, de scepticis heeft gewoon echt toegenomen bij de typische publiek. Maar bij jou niet? Nee, want de spelers zijn nog steeds hetzelfde en de staf is precies hetzelfde. Het heeft toch ook te maken met dat het zo lang duurde. Precies, Koeman ging weg terwijl het heel goed ging. Dat viel al niet lekker. Vervolgens duurde het heel erg lang. En krijg je als buitenstaander toch een beetje het idee van... Oké, die heeft nee gezegd, die heeft nee gezegd, die heeft nee gezegd. En ik bedoel, ik heb geen idee of dat zo is, hè. Maar als buitenstaander krijg je dan het idee van... Ja, oké, drie mensen diversiteit ook nog iemand vragen? Ja. Dan vragen we iemand die al 8 jaar niet meer in het voetbal werkt. Wat Frank Rijkaard, ja. Ja, ook dat. Ja. Ja, qua communicatie, ik mag hopen dat dat ooit anders gaat binnen de KNVB. Maar over Frank de Boer. Wat ik wel heel onmerkelijk vind bij zijn aanstelling, dat als je een bondscoach wordt, en mensen bellen, oi Frank, heb je interesse? Nou, we gaan een keer kletsen over voetbal en dat soort dingen. Dat het toch niet zo raar was geweest als hij had gezegd, ja, ik wil iemand... Er werd vooraf al gezegd, hij mag niemand meenemen. Maar... Als je vertrouwen hebt in een nieuwe bondscoach, dan mag hij toch ook wel daar iets over zeggen. Ja, maar het vertrouwen is ook heel erg in het team wat om het team is. In de assistenten. Er is een heel groot vertrouwen in Dwight Lodewegers en de rest van de bemanning. Ik weet niet of Frank de Boer heeft gezegd, hij heeft bij zijn vorige drie clubs trustvol meegenomen. Voor mij is daar nu een beetje nu, dat hij nu na drie keer heeft gedacht, oké, misschien is dit niet een hele ideale Kreek neemt hij toch ook vaak mee? Die had hij naar Inter mee, Kreek. Ja, maar dat is voor het Italiaans, hè? Michel ook in Italië heeft gespeeld, maar... Ja, volgens mij toch ook bij Inter, of niet? Ado, volgens mij. Ja. Klopt. Maar met Russel en zo, in ieder geval de wandelgangen, dat die relatie in ieder geval een beetje bekoeld is op dit moment. Maar ik kan me wel voorstellen dat Frank een vertrouweling wilde meenemen. Ja. Maar het is heel duidelijk gesteld, nee, dit is de staf waar we mee werken en jij moet er maar mee doen. Ja. Dus? Nou, dat vind ik wel opmerkelijk. Nee, omdat er vertrouwen is in de assistentie erin. Die hebben goed gewerkt. Lodewegers, die heeft al de laatste... Die was volgens mij voor Koeman, was die ook al bij de KNVB betrokken, toch? Ja. Als de KNVB... Niet in de assistentrol. Nee, oké. Maar goed. Nee, die is weggehaald bij PEC Zwolle, trouwens. Is dat zo? Ja, die is assistent bij PEC, ja. Nou ja, kijk, als de KNVB het idee heeft van... hij zit daar goed op zijn plek en hij is met bepaalde jongens... of binnen de organisatie van groot belang, dat kan ik niet inschatten. Nee. Ja, kijk, het probleem is als de bondscoach nu een eigen assistent had meegenomen, dan was het vertrouwen 1-op-1 met de assistent geweest. Dan was het de communicatie minder geweest met Dwight en met Maarten en met de rest die er nog zit. En ik denk dat daarom de wens van de KNVB ook was van, nou ja, als je het wil doen, doe het dan met deze jongens. En de communicatie 1-op-1 en 100% met deze jongens, zodat je ook weet wat er echt speelt. En dat is alleen maar voorkomen van problemen, denk ik. En als Frank de Boer zich daarin kan vinden... Ja, dan kan het een mooi team worden. En ik denk ook niet dat ze willen dat ze te veel... Je lacht alweer. dat het te veel veranderd wordt. Omdat het succesvol was. Wat jij net ook zegt. Iedereen heeft het gevoel van... Wat er stond, dat was het. Alsjeblieft, laat het niet gaan. Maar het mooie is... Dat was het geweest tot deze zomer. We hadden ook niet geweten hoe dat uit had gepakt nu. Want Memphis, nieuwe rol bij de club. Nu opeens weer een ster spelen. Interesse van Barcelona. Hele andere situatie gecreëerd. Nou ja, Wijnaldum inmiddels al met Liverpool kampioen geworden. Als wij deze afgelopen zomer een EK hadden gespeeld, had Nederland zelf al, was Europees kampioen geworden. 100% zeker. 15 voor, 0 tegen. Mooie uitdaging, hè? Uitdagend. Nee, maar goed. Nee, dit is nu ook Ik hou me hard vast trouwens aan Ronald Koeman. Hè? Nu in Barcelona, jullie weten wat er gebeurd is, hè? Met Bartomeu. Ja, er wordt nu een stemming. Van Wantrouw, ja. Hebben ze opgehaald. Ja, maar heeft inmiddels... een prestatie geleverd, toch, tot nu toe? Ja, nee, maar wat ik ook alleen hoorde... Alleen tegen Sevilla was vooralsnog, weet je, ook al komt er een nieuwe voorzitter, ze gaan Koeman er nu geen eens uitgooien van überhaupt van welk geld. Zo kort, ja, precies. Maar natuurlijk wel, elke kandidaat die het over gaat nemen van Bartomeu, die heeft een naam... Staan en Xavi. Ja, maar goed, als je dat Xavi trainer wordt. Ja, maar dat wist hij ook al toen hij daar naartoe ging. Laten we even kijken wat tot nu toe gepresteerd is. De prestatie van hem tot nu toe zijn positief. Ook positief opgepakt door in Barcelona. Sevilla was oké. Okay, ja, dat vond ik. Ja. Kom zo. Maar dat mag ook een keer. En ze waren niet de mindere ploeg, dus ja. Zo vandoor, hè? Je moet naar Henk. Herinneren of niet? Uitzending. Oh, en dan blijft nog een uitzending. Dat is de bedoeling dat je dat na de uitzending meteen tegen hem zou zeggen. Oh, ja, dat is goed, wat ik een beetje af. Normaal blikken we natuurlijk altijd vooruit. Ja, op het voetbalweekend. Het is zondag. Is het Bosnië-Nederland. Bosnië-Mokerslag is opgelopen. Hè?
na penalties eruit tegen Noord-Ierland. Dus die mist het EK. Ja, lijkt me ook niet heel lekker dan om dan nu even nog een potje voor de Nations League te moeten spelen. Hoe zit die Nations League? Hoe werkt dat? Nou, dat kan Simon heeft zich erin... En speelt Hatenboer, denk je? Ik werd in onze befaamde voetbal-app-groep. Zit daar veel voetbalverstand in? Nee, maar er zit wel heel taalvirtuoos in. En Bram Vester beweerde dat Hatenboer niet meer kan spelen onder de boer. Oh, want? Hatenboer. Oh. Maar zit hij nog in die app? Ja, zeker. Ja, Alex is te mild. Ben jij beheerder van die app-groep? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Bram Euser is. Is dat zo? Nee, ik weet het niet. Ja, Bram Euser is ook wel van de woordgrap. Hatenboer. Ik denk dat Hatenboer de laatste twee keer heeft tegen Italië gestart. En nu is ook niet gestart. Goed. Ach, ik vond het heel weinig brengen. Ik vond het Wijndal wat dat betreft op zijn vlak. Het probleem is wat van Hans Hatenboer dat we verwachten dat hij een rechtsback is. Ja, dat is waar. Hij is toch geen rechtsback? Hoe die bij Atalanta speelt. In ieder geval niet in een... Nou, hij is wel een rechtsback. Alleen het liefst in een 3-5-2 of 5-3-2. Hoe is het? Ja, dat dan een keer proberen. Ik snap altijd niet dat als je drie en... Als AK zich een beetje doorontwikkelt, vier van de beste centrale verdedigers in de wereld hebt. Ik zou zeggen, probeer er zoveel mogelijk in zo'n elftal te zetten. Jij zou met... Vier centrale verdedigers. Nee, in ieder geval drie. Nou, je zou dus met De Vrij, De Ligt en Van Dijk spelen. Ja, waarom niet? En dan zou je kunnen kijken, je hebt nog best wel veel middenvelders. De vraag is een beetje wie je op de flanken neerzet. Maar je hebt Wijnaldum, die daar natuurlijk gewoon speelt. Frenkie, die daar gewoon speelt. Ja, centraal, ja, zeker. Ja, ja het probleem wordt flanken. Iataren, ja, als hij lekker doorontwikkeld. Ja. Dan op links? Haren? Nee, ja, hang het op links. Sorry, nee. Ja? Maar links in die zone. Oh, oké, precies. Promesse heeft het wel eens gespeeld. Ja, die heeft wel gespeeld. Bij Sevilla, toch? In die periode. En in Nederland zelf dan ook. Zelf toch? Ja. En dat deed niet slecht. Maar ja, dan moet je wel van de twee spitsensystemen afstappen. Maar dan nemen we wel een van onze grootste kwaliteiten weg. En dat is natuurlijk ook met de ruimtes die we creëren voor Memphis voorin. Ja. Die heeft natuurlijk wel vooral... Maar Memphis speelt niet zonder. Ja, maar je kan toch naast Memphis nog een bewegend iemand die ook die ruimtes creëert. Ja, maar dan heb je... Je hebt nu twee mensen die daar staan, hè? Want dan zijn ze altijd allebei weg. Ja. En om het middenveld... Oké, en Luc de Jong dan. We hadden toch geen spitsen. Ja, of je kiest voor twee mensen op middenveld. Maar dan, waar ga je dan voor kiezen? Ga je de lopen weglaten? Nou, dan moet je ervoor kiezen dat je Wijnaldum en Frenkie bijvoorbeeld opstaan. Dan heb je geen zekerheid meer met de Roon die zeg maar voor de balans gaat zorgen. Ja, die de gaten dicht loopt en die de... Het is niet makkelijk. Kijk, de voor een positie en voor de centrale verdedigers, waar we natuurlijk wereldklasse spelers hebben, begrijp ik die conclusie die je trekt. Alleen voor de rest van het team en ook voor de kwaliteiten die we daar hebben en de speciale kwaliteiten, noem ik het maar, met Frenkie, met Memphis, die moet je eigenlijk proberen te ondersteunen. En ik denk dat we daar eerder moeten naar kijken. En we hebben met twee centrale verdedigers, met Matthijs, nou ja, die speelt daar nu niet, maar ook met De Vrij en met Van Dijk natuurlijk wel absolute kwaliteit achterin, waar je geen derde hoeft. Nee, maar er staat tegenover dat op je positie van je backs, zeg maar, wat je ook verwacht aan extra bijdrage die backs tegenwoordig ook leveren, zowel verdedigend als opbouwend in die aanval, vind ik dat het relatief weinig brengt. We zijn niet het sterkst bezet op die positie, maar we hebben met Dumfries wel een stabiele rechtsback. Ik zeg niet dat het de mooiste rechtsback is die op dit moment of die de wereld heeft gezien. Maar het is een hele stabiele rechtsback. Het brengt zijn prestaties ook bij PSV. Komt regelmatig. Inmiddels ook zeg maar in posities dat hij assists kan leveren. Hij heeft vorig jaar volgens mij hele goede statistieken zelfs scorend. Was heel veel gescoord, toch? 6 keer? Dumfries vorig jaar? Nou, in ieder geval veel gescoord. En mijn coach van het jaar, voor mij 7 keer. 7 keer? Nou, dat is wel... Wordt hier net 18 aangegeven, hè? Dat is, Siri! Maar hoe mis je het nou? Maar ik mis wel onze Siri trouwens. Waar is onze Siri? Siri zit in het hok. We hebben normaal een Siri, maar die Siri praatte vorige week iets te veel. Dus die hebben we even in het hok gezet. Maar ik begrijp wel wat je daarmee wil aangeven. Maar ik denk dat we gezien het hele team... ervoor zorgen dat de kwaliteit op het middenveld voor altijd uit. En hoe zie jij de voorhoede voor je dan, idealiter? Iedereen fit, iedereen erbij. Nou ja, Memphis speelt natuurlijk sowieso in de spits. Ja, die... Daar hoeven we niet omheen te gaan. En dan, ik ben ook nog steeds gesmeerd van Bergwijn. Ik denk dat hij een extra toevoeging kan hebben. En je moet even kijken... Bergwijn vanaf links dan? Dat is dus de twijfel. Hè? Je hebt Promes en je hebt natuurlijk ook nog Malen.
Dus, ik twijfel dan, maar ik zal deze drie kiezen. Bergwijn en dan zal ik kijken naar Donjel vanaf links. Ja, bijvoorbeeld. Laten we nog maar even... Ik hou van de snelheid ook en van de doelgerichtheid van die twee. En vooral met Memphis die veel in de bal komt. Wij hoeven niet nog per se een speler die goed tussen de linies is. Overigens wel mooi dat we het aan het begin van de show over Mo Iataren gehad. Fox is langs geweest bij Mark Overmars. En die vroeg aan hem een serieuze optie is geweest voor Ajax. En hij heeft gezegd, op dit moment eigenlijk niet. Het is wel een type speler die bij Ajax zou kunnen passen. Ben je daarmee eens? Ja, natuurlijk. Mijn hoop in deze transferperiode. Ja, dat was echt mijn grote angst. Maar jullie hebben al een goede versterking met Anthony. Het is trouwens al een week... Ja, maar om PSV te zieken en dan Iataren te halen... Het is trouwens wel een week stil geweest over het nieuws. Precies had met Sahavi tussen PSV en Ajax. Overmars zei het volgende over. Het is een hele goede speler. Nogmaals, ik schakel 5 of 6 verschillende bordjes. Ik heb contact met zijn management gehad. Maar nogmaals, als bij ons voorin wat veranderingen hadden plaatsgevonden... dan was het misschien een kandidaat geworden. Alleen is het niet zo ver gekomen. En toen we het een beetje laten rusten. We hebben uiteindelijk niet doorgepakt. Goed. Dat is, het gaat over Iataren. Nee, over Sahavi. Ik hoorde... Je gaat toch als Ajax ook niet een spits van 33 halen. Binnenkamers van Ajax. Hij werd gezegd, Sahavi, dat is iemand die voor de subtop zou zijn. Die zou bij Ajax hooguit een invalbeurtje hebben, maar geen vaste plek. Nou, ik heb dus wat journalisten gesproken uit Israël. En die zeiden allemaal, als het een serieuze optie was geweest voor Sahavi om naar Ajax te gaan, was die 100% naar Ajax gegaan. Maar goed, dat zal het midden liggen. Hij heeft dat niet ook mee te maken gehad of Huntelaar blijft of gaat? Hij speelde toch ook bij die club waar Ajax de jeugdopleiding doet? Waar Gio de trainer is? Zat hij daar? Ja. Gio die speelt daar bij een club waar Ajax de hele jeugdopleiding doet. Ja, zeker. In China. Voel je die steken de hele tijd? Ik vind het heel pijnlijk. Ik hoor de hele tijd die steken. Het schijnt dat Gio het heel erg naar zijn zin heeft daar. Overigens, er werd de laatste keer met die 3 sterren op zijn borst. Oké, dit is de grens. Ja. Ik wil nog even nog 1 Ajax-geruchtje. In ieder geval Lasse Schöne. In ieder geval, daar werd over geopperd. Zijn contract. Niet ingeschreven. Nou, het is veel heftiger. Hij blijkt dus nog enkele maanden aan salaris en bonus te goed te hebben van zijn club. Dus ze hebben nu juridische stappen ondernomen. En... Hij zit in Italië, toch? Ja, bij Genua. Of in ieder geval, hij zat in Italië. Is Europa, toch? Zelfs daar moet hij nu op zijn geld wachten. Ja, dat is ongelooflijk. Er zijn echt weinig voetballers waarvan ik het zo van baal. En toen hij bij NEC vandaan kwam, volgens mij was heel lang het... Ja. was het verhaal heel lang dat ze hem bij Feyenoord wilden hebben en dat hij daar ook naartoe zou komen. En als er 1 voetballer is waarvan ik echt baal dat hij toen naar Ajax gegaan is... Ja, jij bent ook te lomp voor Ajax. Ja, maar je zit er ook in de tribune. Voordelen aan de 1,5 meter afstand, maar dit is vandaag wel echt een voordeel. Maar het is wel triest natuurlijk. Ik had hem graag terugzien bij Ajax. Ja? Absoluut meerwaarde. Was het hem gelukt nog een keer? Nou, ik weet niet of hij van begin af aan had gespeeld. Maar in bepaalde fases waar je de wedstrijd domineert en waar je balbezit speelt en waar je tempoverschil moet maken. Kan hij dat zijn pasen en dat zijn inzicht en dat zijn positiekeuze absoluut meerwaarde zijn. Hij komt natuurlijk terug als jeugdtrainer daar bij Ajax. Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. In ieder geval gaat terug naar huis, maar... Hij van Nederland geweldig. En het laatste, maar dat weet jij misschien wel beter. Ik weet dat het in de NFL heel vaak wordt gedaan. Dat ze salaris aanpassen als iemand een contract heeft. En dat ze weinig salaris in het eerste jaar doen. En dan meer aan het einde. Gebeurt dat in een voetballerij ook? Als ze... Absoluut. Ja, ze hebben het nu met Marc-André Ter Stegen gedaan bij Barcelona. Gaat verlengen tot 2025. En omdat de club natuurlijk financiële problemen heeft. Krijgt hij nu dan minder salaris. Maar uiteindelijk, want daar gaat Barcelona vanuit dat alles weer goed komt. Meer salaris krijgt verderop. Skant speculatie. Hoor. Nou, maar dit is, ja, goed, die clubs gaan nooit failliet natuurlijk. Dat is punt. Dit is wel een heel normaal scenario. Ik bedoel, ik denk dat daar nu in dit geval door corona het waarschijnlijk een heel groot verschil zal zijn. Ja. Wat wij niet weten, want je kijkt natuurlijk niet in het contract. Maar normaal gesproken is het wel zo dat de speler sowieso naarmate de contract op steeds meer verdient. Behalve Lars maar dat hij nu terugstapt terwijl hij een nieuw contract tekent. Dus zeg maar dat hij geld inlevert terwijl hij een contract tekent. Dat was vrij uniek volgens mij. Ligt eraan wat erna komt, hè? Ja, okay. Dus hij krijgt veel meer. Maar Lars Veldwijk vertelde het maandag bij ons in de show. Die heeft het uitstekend gedaan. Die gaf trouwens nog het advies. Zat jij toen al bij ons met Haroui? Ja. Dat zei, ik kan nog wel even je uitleggen hoe je een breuk moet forceren. Maar Abdul Haroui is echt de liefste jongen. Maar Lars Veldwijk, ik weet niet of hij het nu weer heeft gedaan in Zuid-Korea. Het meeste geld in het eerste contractjaar. Ja, ik weet niet of hij het ook in Zuid-Korea heeft gedaan. Goed, Peter. Oh, voor je komst. Tof. Ja, maartverkiezingen, hè? Zeker. Heb jij ook nog een belofte aan voetbalfans in Nederland? Ik zag vanavond, vanochtend was het een €10.000 voor 18-jarigen.
Wat heb jij voor de voetbalfans? De stadions gaan we vol. Ja, precies. Vol, is allemaal alles open. Juist. Gratis kaartjes, Feyenoord kampioen. Iedereen is tevreden. Je moet toch wel een belofte doen voor alle voetbalfans. Ik heb nog wel één vraagje. Hoe sta jij tegenover de Kuip en je fractie? Ja, kijk, wij zijn in Rotterdam altijd heel kritisch geweest. Maar ook omdat er een gigantisch bouwproject om me heen zit van, wat is het, Merrill, een van die grote Amerikaanse beleggingsbanken. Ja. Waarbij je dus heel veel gemeenschapsgeld eigenlijk gewoon in peperdure appartementen gaat steken. Als je mij als voetbalfan vraagt, weet je, er is niks zo mooi als de Kuip. En kijk, ik ben geen bouwkundige. Dus ik kan me eerlijk gezegd voorstellen dat die 20 man op die betonnen tribunes die door aan het buigen zijn, dat er een keer iets aan moet gebeuren. Maar ik vind niks mooier dan dat. Renoveren. Weet je, alles wat kan, als het kan, renoveren, ja, nooit weggaan daar. Okay. Zet er maar een ring bovenop of zo. Het is zo mooi. Hoe vind jij dat? Ja, ik vind de Kuip ook fantastisch. Alleen ik heb niet zoveel met. Had jij last van Kuipvrees als je daar moest voetballen of niet? Nee, juist niet. Nee? Ik vond het geweldig. Ik vind het geweldig als iemand mij uitscheldt en af en toe. Had Simon voor Feyenoord kunnen spelen, denk je? Met zo met het haarbandje en zo? Dat had ik toen nog niet. Ja, oké, dan wel, ja. Nee, maar natuurlijk. Nee, Berghuis bewijst dat het kan, toch? Ja, maar natuurlijk. Het is ook, weet je. En we hebben ook best wel een hele hoop wat sierlijkere voetballers gehad. Er moeten alleen een paar rouwdouwers omheen staan. Ja, nou ja, en die. Ik denk dat daar bijna nu meer het tekort zit dan aan techniek. Zeg maar. Ja, of wat opgestroopte mouwen, dat kan bij dit Feyenoord geen kwaad. Maar wat vind jij Kuip houden of de nieuwe Kuip? Ik weet niet hoe de nieuwe Kuip eruit zal zien. Maar ik ben vaak van nieuw, dus ik hou wel van nieuw. En ik heb niet zoveel met verleden. Ik kijk altijd naar vooruit. Dus voor mij had. Waarom kijk je mij zo boos aan? Helemaal niet. Wil je iets bekendmaken? Ben jij verleden dan? Ja, nou, dat is zo kwam het ongeveer. Verleden, en je kijkt mij aan. Nee, ja, ik ben het wel eens met Peter. Ik zou het doodzonde vinden. Want ik heb dat hele artikel gelezen. En toen werden er allemaal Feyenoord-fans boos op mij. Vallen de Money heeft natuurlijk onderzoek gedaan naar hoe het precies loopt. En alle leningen die er lopen. Ze hebben 20 miljoen geleend of zo, Feyenoord. Om in ieder geval onderzoek te doen naar het... Ja, dit is natuurlijk bizar, ja. Ja, maar weet je, het is verknoopt aan vastgoed. En dat is het hele ingewikkelde wat je krijgt. En volgens mij moet je de toekomst van je club moet je niet afhankelijk maken van een woningproject. Nee. Of überhaupt een projectontwikkelaar. En dat is, vrees ik wel, wat er aan het gebeuren is. Zonder dat ik, weet je, ik zit niet zo in de details als van Feyenoord City, zoals sommige mensen daar wel in zitten. Maar alles in mij schreeuwt van jongens, Amerikaanse zakenbank, speculatie, vastgoed, dure appartementen en het mooiste stadion van Nederland weggeven. Nee. Jij? Wat, de nieuwe Kuip of de oude Kuip? Ja, ik vind het gedweep met de Kuip, vind ik zo overdreven. Ja. Je bent voor het laatst geweest? Nou, het zou een wedstrijd van... Nee, ja, de bekerfinale. 2 jaar geleden van Ajax. Vorig jaar tegen Willem II. Toen zat ik er. Kom jij binnen? Ja, via de ingang. En met mijn 2 zoontjes. Die helemaal uit een dak gingen natuurlijk. Dat staat daar helemaal bijna op ontploffen. Nee, maar luister, kijk, dat gedweep... Ik zie Bruce niet zo vaak zo boos, hoor. Dat gedweep van Peter Quint met de Kuip, ja. Echt. Haal die man weg van tafel hier. Beetje overdreven. Ja, weet je, vorig jaar was ik met John de Wolf in de Kuip. En dan we deden een project met John de Wolf over 50-plussers. En dan gingen we in de Kuip met de terreinbeheerder daar in de Kuip. En dan zit John over, ja, kijk hoe fantastisch. Ja, ik zie niet maar wat er zoveel... Maar welk stadion in Nederland heb je dat wel dan? Dat ik ermee dweep? Nee, dat je denkt, wauw, dit is mooi. Ik vind niet dat er eentje heel erg boven uitspringt. Dat zou ik ook zeggen als ik 1 keer in de 2 weken in de arena zou zitten, ja. Ja, maar dat ook, hè. Dat wat hij net probeerde over theaterpubliek en zo. Kijk, de afgelopen 2-3 jaar bij Ajax, hoe het daar helemaal losging. En kijk naar de Feyenoorders die een kwart... Ja, echt. Oh, die lichtshow. Hoe gaat het zo mee? Ja, laten we dit achterhoedig weg maar laten. Erbij. We hebben je nodig. Nee, ja, ik snap wel wat je zegt. Maar. Je snapt toch wat ik bedoel? Ja, maar ook de Kuip dat is monument. Als je eerder weg zou gaan, moet je die Feyenoorders zien. Als ze achterkomen, meteen die gefrustreerde blik en dan lopen ze allemaal weg. Ja, dat is echt, dat is uiteindelijk, naast de overwinning van Ajax, is het mooiste, is de gezichten van de Feyenoord-supporters als ze op achterstand komen. Dat is een podcast, die twee. Dat Ajax en nee, en ik weet niet wie dat bij jullie in een van de podcasts zei. Er is helemaal geen haat naar Feyenoord. De haat naar PSV is natuurlijk veel groter. Ik weet niet wie dat zei. Het zei Floor Wesseling trouwens in die podcast. Uiteindelijk gun je Feyenoord veel meer dan dat je... Nee, maar je moet zeggen, ja, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Toch? Nou, het is Feyenoord naar Ajax en Ajax naar PSV. Eigenlijk is niet zo goed in topografie. Nee, dit is veel te ingewikkeld voor mij. Ja, ja. We zagen van de week in Marca, toch? De kaart van Nederland, hebben jullie gezien met de stadions? Ja, ja, die was door Alex ingestuurd. Ja. De Kuip is zo ziekelijk overrated, net als dat publiek. Ook dat geforceerde... Ziekelijk heb ik niet gezegd. Nee, hè? Dit zegt iemand in de chat. Ah, oké. Okay. Nee,
Het orakel. Nee, nou even het Oosterpark over het verleden. Simon zei, ik ben meer van de toekomst. Het Oosterpark in het verleden. Ik heb een slechte herinnering aan het Oosterpark. Oh nee, ik heb fantastische wedstrijden. Ik heb in een jeugdinternaat gewoond. Nou, ja, dat nooit meer. Maar jij hing daar echt in de hekken, toch? Ik heb als jongen, als jongetje heb ik daar 5 jaar een seizoenkaart gehad. Ik heb de wedstrijd tegen Atletico Madrid in het stadion. Erwin Koeman? Ron Jans? Jan van Dijk vooral. Jan van Dijk die 3-0 scoorde. En Hugo Sanchez die door Waldenbos uit de wedstrijd werd gespeeld. Walter Waldenbos. Ja, en Karel Hiddink. Heb je nog als trainer gehad? Nee, maar ik ken Jan goed. En Karel Hiddink, de broer van Guus. Die speelde in het centrum achterin met Waldenbos. En Harry Schelkens op doel. Ja, je kijkt mij nu aan. Ja, ik hoop dat iemand... Ik was nog 10 jaar niet geboren. En de parel uit Maleisië, Fandi Ahmed. Jullie ook nou, je kunt nu letterlijk namen verzinnen en niemand kan er iets over zeggen. Ja, vond je het leuk? Stadion, ja, midden in die ik heb alleen meegemaakt in die wijk. Toen de eigen supporters al begonnen met het afbreken. Hé, jij was tegen Twente, of niet? Dat ze elkaar helemaal... Ja, dat is ook... Iedereen Groningen-Heerenveen. Nee, het is Groningen-Twente. Haat is veel. Zag je zijn glimlach toen jij over die wedstrijd begon? Ja, tuurlijk. En go ahead. Verhaal in. De slag om Deventer. 14 mei, slag om Deventer. Ja, precies. Daarom. Ja, dat was in Groningen. Ik heb geen geschiedenis gestudeerd. Wat is dat? Nee, ja, dat is een supporterslag tussen Groningen en Go Ahead Eagles. Dat is jarenlang een ding geweest in Groningen. Overal op de muren stond 14 mei, slag om Deventer. Dat wist ik ook niet, nee. Goed, maar ja. Dus ja, het Oosterpark boven... Zegt, voetbalstadions in Nederland. Ik ben het eens met de Johan Cruijff Arena dat echt de sfeer veel beter is. Maar de Kuip, ik vind het wel gewoon echt heel mooi. Dat is echt Wanneer was jij er voor het laatst aan? Ja, maar wacht even. Er heeft ook niemand gezegd dat de Kuip niet heel mooi is? Jawel, maar, Alex. Nee. Overrated. Nee, ik heb gezegd dat gedweept met de Kuip. Ik heb niet gezegd dat het niet mooi is. Maar is fantastisch het mooi. Luister, ik ben er geweest en... Maar wie zegt dat de nieuwe Kuip niet mooi is? Hey. Nou, het is wel zo'n Allianz Arena. Het is wel zo'n opgeblazen autobahn. Ben je wel eens... Wacht wel, Allianz Arena Bayern München? Nee, ben je er wel eens binnen geweest? Nee, maar het gaat me om het model Simon, van zo'n lichtgevende... Ja, een concert van U2 heb ik daar gezien. Ja, maar ik vind dat mooi, toch? Een lichtgevende autoband, ik vind dat helemaal niks. Ja, noem mij maar een nostalgie. Nee, maar luister, ik heb dat zelf. Ik heb het niet alleen in Nederland. Ik heb het ook in het buitenland. Weet je, als ik in oude stadions ben en dan mensen staan. Ik vind dat, nee, dat vind ik ook mooi. Ik heb het ook liever dat ik gewoon eten en drinken kan tijdens een wedstrijd. Dan maar ik heb liever dat ik geen eten en drinken heb. Dat ik de hele wedstrijd echt een sfeer heb. Dat ik echt. Craven Cottage. Ja, maar ja, zeker. Fenway Park in Hongerstadion. Atalanta Bergamo. Ja, ben ik geweest voor de verbouwing. Ik weet niet hoe het nu is. Ik ben ook voor de verbouwing geweest. Ja. En dat Hans Hatenboer zat toen op de bank en die zei... Ja, dan zit ik hier in de wedstrijd, dan zit de trainer en die loopt alleen maar naar voren. En als ik dan naar achter kijk, zaten gewoon fans achter hem. Dus dan zei hij, ja, ik kan geen Italiaans. Ik zit alleen maar gewoon 90 minuten gewoon zo naar voren te kijken. En dan zeg je trainer schreeuwen en alles. Ja, dat is toch mooi, ja. Ja. En hetzelfde met San Siro. Dat is ook mooi. Alleen het nieuwe is toch ook mooi? Ja, maar San Siro bijvoorbeeld. Fantastisch. Ik ben daar toen gewoon met die derde. Ja. Het is krakkemikkig en je moet die trap op en het is allemaal niet ideaal. En... Ik ook. Waar speelde jij het liefst dan? Had jij een stadion waar je echt naar verlangde om te gaan spelen? Diekman. Diekman was ook wel leuk. Was ook een Sintelbaan, hou eens op, nee, man. Maar voor mij was... Oh, dit is de Grolsvesten. Ja. Voor mij was het allerleukste om of Schalke te spelen. Maar waar ik Duits praatte. Dat was echt voor mij, in dat stadion met die supporters, was voor mij echt waanzinnig. Is echt mooi. Maar het is ook een nieuw stadion. Maar één ding, heb jij ooit voor AZ in Alkmaar de Hout gespeeld? Nee, hè? Jij kwam daarna. Nee, ik heb alleen getraind. Dat was mijn eerste baan in media en dat ik daar kwam. Dat was serieus alsof ik bij Floriant, bij Broes was op de amateurclub. Want dan de spelers voor de wedstrijd, dan liep je daar. Die moesten dus buitenom, dus dan door het publiek, als ze getaped waren. Dus wat Barry Obdam was dan getaped of zo. Dus kon je niet binnendoor. Coronamaatregelen van maar dan hebben we het over 2005, 2006. Kom Barry net één checkie draaien voor het veld. En die lopen dan dus door het publiek, dus weer de kleedkamer. En al die Europese ploegen haten. Ja. Want er kwam geen warm water uit die kleedkamers en dat soort dingen. Ja, nog erger. Maar dat is toch mooi. Gek? Ja, maar het mooiste was dus, je stond onder de douche na de training. En als dan iemand op toilet was, die schreeuwde dan, ik trek nu door. Ja, en dan zag je iedereen een meter van die douche weg. Even wachten, voel jij weer warm en weer terug. Ja, beter dan dit wordt er niet. Peter, dankjewel. Ik denk dat we trouwens wel, dat we rond de verkiezingen, dat we opeens heel veel politici in voetbal en podcast gaan zien. Als je dan maar onthoudt wie de eerste was. Ik hoop dat ik dit ben, anders is het echt een heel slecht voorbeeld. Nee, ik zit even te kijken. Nee, helaas. Je weet dat Lodewijk Asscher die petitie is begonnen over Ziyech, hè? Lodewijk Asscher, ja, zeker. Ja. Die zou je moeten vragen.
zit hij weer een van die PvdA's van hem te pluggen, hoor. Dat is, Ja, Lodewijk Asscher sowieso over Ajax al een keer. Die gooien we een keer in de pand, die podcast. Lodewijk Asscher, leuk. Alex, dankjewel. Ik denk dat er... Ben je al gebeld uit Zeist? Voor het mediabeleid? Nee. Okay. KNVB, hè, 5 uur. Ik denk dat als je nu een belletje krijgt vanuit Zeist, dat het eerder gaat om de anekdotes die je hier aan tafel verteld hebt. Ja, ik denk dat Willem Vissers echt baalt nu. Nee, ik heb al niet. Deze anekdotes van Michael gehoord in het boek. Mooi dat je ook aan Peter vraagt, kan ik dit vertellen? Het is jouw bedrijf, ja, kan ik dit vertellen? Goed. Daar zijn we. Eerlijk delen. Ja. Simon, dankjewel. Dankjewel. Tot volgende week. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Ik wil zeggen... dat wil ik nog even zeggen. Nog één klein oproepje, hè? De Core Podcast. Jij hebt hoe kan je nou voor het eerst geluisterd hebben? Ja, dat zei ik net tegen jou. Dat is... Ja, klopt. Deze anekdote wil ik nog even heel kort kwijt. Hij zegt... je had best kunnen zeggen dat de Core Podcast geen Feyenoord podcast was. Ja, maar vervolgens ga jij mij meteen echt helemaal bashen. Ja. Jij moet luisteren naar je consumenten. Jij bent de eerste van... Ik denk, er luisteren elke maand, denk ik, 250, 300.000 mensen aan. Nee, je bent de eerste die dat zegt. Maar ik heb wel meteen gestemd, hè? Op de Core Podcast. Ja, want wat ik zei tegen je... Kijk, ik dacht dat een Feyenoord... Het ooit ik gehoord dacht, nee, hebben. Nee, dat is niet waar. Luisteren. Nee, ik dacht dat een Feyenoord podcast was. Maar toen hoorde ik jullie oproep in de daily. Er is ook een Feyenoord toen heb podcast ik net, genomen. Toen, vlak voor ik hier naartoe ging, heb ik hem opgezet. En ik vond hem echt te gek. Echt fantastisch. De allerbeste wat ik tot nu toe heb gehoord. De chemie tussen die drie mannen is waanzinnig. Heb je hem wel eens geluisterd? Nee, ja, hier, wat zeg je, wat zit je nou dan? Nee, maar deze aflevering die ik luisterde was fantastisch. Het ging over faalangst en stress en zenuwen voor een wedstrijd. Ja, ik vond het echt gek. En je hoort de chemie van die drie gasten bij elkaar. Ik heb jou voor de uitzending gevraagd of je gewoon één anekdote kon zeggen. En nu zit je echt 5 minuten te oreren. Het komt heel ongeloofwaardig over nu. Maar stem op de Core Podcast. Wat is podcastawards.nl/stem? Heel goed, jezus. Ik wil een opdracht geven, hoor. Wil je nog iets zeggen tegen Joren? Ja, ik heb hem de... Ja, nee, zeker. De groeten van huis. Heel goed. Simon, dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.